Hi, you're listening to the Fockcast. Fockcast. Het is vandaag woensdag 20 maart. Klopt. Dat is het begin van de lente. Oh, proficiat. En met wie vier ik het begin van de lente liever dan met Lucas Lely? Zeker weten, want ik heb een eitje gebroed. Je hebt een eitje gebroed? Mooi brugje. Ja. Ik zit in de showbiz, dus dat is allemaal iets afgelikter dan je verwacht. Dan je gewoon bent. Zelf bij jou, ja, dat is ongelooflijk. Je hebt ook een beetje de radiostem ineens. Zeker weten, zeker weten. Ik ben niet meer een van jullie, Fokke. Ik ben super een tv-maker. Ik ben een canvasfiguur, oké? Dus, natuurdocumentaires en podcasts. Dat is je professionaliteit. Lucas Lely gaat hier vanavond... We zitten in de kelder van de Joker, maar ja. Lucas Lely gaat niet optreden. Nee. Hij komt bewust naar hier om in mijn vieze kelder te zitten. Ja, ik dacht, waar zitten de comedyfans? Hier in de kelder. In deze kelder. Dat viel tegen, maar dat was wel een podcast waar sommige comedyfans naar luisteren. Is mij verteld. Ja, dat is waar. Dus ik wou even laten weten aan jullie lieve luisteraars dat ik een vinyl heb. Ik dacht, waar zit het grote geld? Natuurlijk in het... printen van heel dure vinyl. In fysieke media. Fysieke media. Daar zit het geld. Gigantische verouderde fysieke media. Daar heb ik alles op ingezet. En als er nu een paar duizend mensen van jullie die willen kopen, dan zit ik aan een veilige break-even. Dan heb je een break-even. Voilà, dames en heren, dat was de podcast. Dankjewel. Nee, oké, maar het is, ja, ik vind dat super cool. Ik vind het fijn dat mensen dat nog doen. Vroeger maakten we dvd's en dat doen we eigenlijk niet meer. Nee, maar dat voelt echt... Het is raar dat vinyl... ouder voelt dan dvd's en cd's. Dus, nee, minder. Minder verouderd voelt. Ja, klopt. Omdat het ook misschien ook een beetje een 3D-poster is voor veel mensen. Hè. Het is echt een hebben dingetje. Ja, hè? Met een beetje visuele art. Zo een beetje, Ja, absoluut. Ja. Goed. Het is een dubbel vinyl. Voilà. Een paars dubbel vinyl. Met daarop mijn eerste show. Ik doe mijn best. En de show waar ik nu mee toer, kwestie van smaak, die staat er ook al op. Dus het zijn twee keer 40 minuten. 45 minuten, ja. Ja. Wat ik persoonlijk heel leuk vind. Want ik vind het altijd tof als ik mijn show mag monteren naar iets kleiners. Omdat uit de filosofie van, in elke briljante show zit een nog briljantere show van iets korter. Ja. En zonder meligheid, ik ben wat dat, dus de 90 minuten op die plaat, dat is, dat mag naar de kleinkinderen. Daar ben ik heel tevreden voor. Wat ik gemaakt heb en waar ik heel trots op ben. Omdat ik denk dat er wel 100 moppen op die plaat staan. Tempo. Ik had ook de luxe, omdat ik mocht monteren, om zaken eruit te laten. Dus om het tempo goed te steken. Ja. Dus ik ben heel trots op de finale 90 minuten. En die staan op de dubbel vinyl. Die kan gepre-orderd worden als iemand daar interesse in heeft. Via mijn website lucaslely.be. Doorklikken naar de webshop. En Fokke, er is een promocode. Fokcast. Is nou... Profesh. Ongelooflijk! Promocode Fokcast en dan betaal je geen verzending. Volassie. Voilà. Dus de mensen die promocode Fokcast gebruiken betalen geen verzendingskosten. Geen verzendingskosten, ja. En die verzendingskosten, die kosten normaal 30, 40 euro. Ja, 50, 60. 50, dat is gigantische bedragen. Dat is meer gigantische dan bedragen. Ik heb wel al vaak, als ik iets bestel, dat de invoerkosten en de verzendkosten vanuit Amerika of Engeland groter zijn dan het ding zelf. Ja, ja, dat heb ik al vaak gehad. Ja. Goed, in België is dat natuurlijk de platen niet worden verzonden van Zuid-Afrika. Wel. Ja. Uit Marokko komen ze. Dus de douane doet ook moeilijk vaak. Maar, vaak moeilijk. Nee, wacht even. En het is een dubbel paars. Een paarse vinyl. Paarse vinyl. Studio Caro. Ja. Sommige mensen bekend misschien. Heeft de artwork Caroline gedaan. Waar ik heel, heel tevreden van ben. Het is mijn eerste show en mijn tweede show. Is de plaat ook echt één en nog een show? Of heb je het als één lang ding gedaan? Nee, het is twee keer begin het en eindigt. Ah, ja, okay. Want vooral de tweede show heeft ook meer een lijntje. Ja. Ik ben er fier op en trots op. Ik hoop dat mensen die als je nu iets hebt en ik heb niks om dat af te spelen, wel, dan wil ik u gratis en voor niks zeggen waar dat je een speler kunt kopen. Met de promocode Fokcast krijg je dan ook tips waar je vinyl spelers kunt kopen. Dan krijg je een mail van mij met op Fnac, Mediamarkt, Coolblue. Zie maar. Voilà. En tweedehands.be. Amelie Albrecht heeft ook een plaat uitgebracht. En het is ook een beetje, omdat dat toch bij haar wel gemarcheerd. Mensen hadden daar wel
Absoluut, ja, ja, ja. Want ja, je zit een beetje met een met soms met merch armoede ook. Ja. Als je iets. Nee, maar ik merk wel dat, en dat vind ik ook leuk. Ik had het er met Amelie inderdaad ook over. Die heeft die plaat. Nu, in haar geval is het nu ook een soort rock vibe, ja, op het podium. Dus klopt, het klopt helemaal, ja, nu. Ja. Maar Xander heeft het natuurlijk gedaan. Ik denk dat Alex ook even heeft. Ja. Dus er is wel een soort tendens, ja, van de comedians in België die iets zoeken om toch. Ofwel een boek, ofwel een plaat. Om toch, ja, iets tastbaars, ja, om na de show ook waar te kunnen contact met je publiek, zeker, te hebben. Is dat, zeker, voor jou ook wel? Ja, dat doe ik. Contact, dat is... Hangt, oh ja, dat vroeg ik me af. Hangt af van mijn vibe na het optreden. Maar ik vind dit is iets dat ik echt trots op ben. Waarbij ik misschien met andere merch iets rapper zou hebben van, ja, dit is mijn naam op een item. Op een t-shirt. Item, ja, ja. En dat ik hierbij heb van, ja, dit is... Ik denk dat mensen dat wel kunnen appreciëren als ze er het aan willen geven. Dus ik denk dat ik het wel ga doen, want de plaat gaat ook fysiek al aanwezig zijn tegen dat ik nog een paar shows heb, ja, van, ja, mijn tour. Ja. Onder andere Capitola en zo. En dan ga ik ook mensen de kans geven om dat te... Na afloop te gaan. Hey, ja. En wanneer komt die effectief uit? Over 2-3 weken zoiets. Ah ja. Ja, komt die dus uit. Dan is die... Want dat is een heel project, hè? Dat is een heel, ja, proces. Ik weet dat je daar een half jaar op voorhand of zo... Ja, dat komt... Want er is een grote vinyl... Is nu al wel veel beter dan post-corona-tijden. Ah ja. Dus nu valt dat al meer mee. Ja, ik weet dat er een plaat van... Weet ze nu, die Adele. Mm-hmm. Ik denk dat op een gegeven moment kwam er een plaat van Adele uit. En dan die had alle vinyl factories. Ja, ja, en ja. Niemand had nog een plaat. Ja. Want Adele moest een plaat printen. De Compact Disc Dummies hebben dat heel goed opgelost. Die hadden zoiets van, ja, niemand legt die plaat toch op. Dus die hebben gewoon plaathoezen verkocht. Ah, ja. Zonder platen erin. Zonder platen erin. Ja, wat eigenlijk briljant. Want ja, de meeste mensen steken dat gewoon in de collectie of, ja, hangen het op. Ja. Het is, wat nu wel moet ik zeggen, mijn tweede show waar ik nu bij tour, die zal wel de komende, ja, denk half jaar enkel op die plaat beschikbaar zijn. Dat is, dus die gaat nog nergens uitkomen. Dus, nee. Dus, maar die is wel ook, dezelfde captatie? Wat heb je voor streams? Of, ja, voor, ja, ja, dus hij komt ook nog op andere platformen. Ja. Dat is dan een langere versie, maar het is wel uit die captatie. Het is wel diezelfde captatie. In de Aremberg, wat dat heel leuk was. Ik ben blij dat ik het daar gedaan heb. Omdat Minaar, Alex, dat hebben we wel gezien ondertussen. Ja. Het is een heel aanwezige zaal. Je herkent die van ja, 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 ja. En ik dacht, En voor audio is misschien een grotere zaal ook beter? Ik weet het niet. Ik ben heel... Ze hadden mij gevraagd om de Capitool eerst te doen. Ah, maar ja. Daar dacht ik van, daar heb ik gewoon dat stress van. Wel nog. Dat is de echo. Ja, ja, ja. Als een mop niet valt, wil ik hem niet zelf een keer opnieuw horen. Een zaal van 5, 6 ja, of misschien zelfs 800 man heb je al een paar keer gespeeld. Capitool en dat soort zalen, ja, dat heb je nog niet zo vaak gedaan. Maar ik heb de Capitool nu gedaan, ja, de eerste keer gedaan eind vorige zomer. Ah, wel ja. Was op een paar tiental tickets uitverkocht. Ja. Wat dat heel leuk was. En nu in april is terug ja, Capitool. Ja, ja. Dat is toch wel, ik bedoel, ook door de ideale wereld. En je hebt wel je publiek nu. Ja, het is een ongelooflijke ervaring deze tour. Want het is grappig, want de vorige keer dat ik hier was, was eigenlijk een beetje op mijn absolute dieptepunt in het proces van die show. Dat was ongelooflijk. Want ik had een, op bijna een platte band gehad ook. Juist, ja, ja, dus dat was nog echt een helse dag. Toen moest Jaap was hier en heeft daar nog een half uurtje gespeeld. Ja, en Jaap had ook, wat ik hem volledig vergeef, heel typisch, had een van mijn plaatjes die hij kende, had hij gezegd in zijn show. Dat weet ik niet meer. En ik kom op, slecht gezind, en kom aan. En nu gaat dingen. En ik breng die mop. En heel luide lach. Maar je merkt als komiek heel snel als de dat lach niet verbonden is aan de mop. Nee, dat klopt en ik denk, wat is hij? En heel die try-out zit en denk, wat is dat nu? En de try-out was goed, maar ik weet niet, ik had er geen goed gevoel bij. De volgende dag, ik ben hier blijven slapen in Antwerpen om de volgende dag naar de ideale wereld te gaan. Ja, ja. Volgende ochtend ben ik door mijn rug gegaan. Oh, nee. En dan kon ik even niet meer bewegen. En heb ik zo een paar dagen plat gelegen. En die show was nog niet goed en moest nog een... Over een maand was de première, dus het was echt absolute dieptepunt. Ja. Maar het is wel echt... Ik heb het kunnen kraken wel. Ja, daarna, ja, ja. Ik ben echt geen productieve schrijver, maar ik ben erin geslaagd om in die maand, ik kwam nog 20 minuten bij te schrijven, die niet alleen... Ik ben even mijn eigen toeter aan het blazen. Ja, dat mag. Iemand moet het doen. Dus, ik ga het niet doen. Voilà, ga ik voor de autofellatio. Ja, autofellatio. In plaats van als ik dat kon, zag ik hier niet. Kijk, voilà, dat was geen podcast. Goed punt. Die niet alleen die ik heel goed vond, maar die ook een mooie strik rond het geheel vormde. Ja, ja. Dus was heel nipt. Het was een heel nipt show, maar het is, ik ben er heel tevreden van. Ja. En uw plaat beschikbaar. En is die nog gegroeid in het speelproces? Een beetje, vooral de manier waarop. Ja, 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 de verwoording. Die 20 minuten die je bijgeschreven hebt. En de rust
de rust die je nu hebt, als je al veel gespeeld hebt en je gelooft erin en je weet dat het werkt, dat is hemels. Ja, dat geloof ik. En in tegenstelling tot de eerste show, waar nog regelmatig, en dat is typisch voor een eerste show, regelmatig is een zaal waar die half vol zaten, merk je dat nu oftewel uitverkocht of net niet is. En dat is een heel leuke ervaring. Dat voelde meteen dat er... Ja, maar dat is zelf... Ja. Ik bedoel, ik merk dat ook in de Joker. Dat is een soort microcosmosje. Dus als er voor de Joker zoveel mails binnenkomen, dan weet ik... Ook al, dat is natuurlijk maar een tiende van een andere zaal. Maar ik weet wel, hier is veel animo voor of minder animo. Maar ook als het vol zit... De helft van de zaal moet je hebben om een leuke avond te hebben. Of dat nu een zaal van 50 man is of een zaal van 1000 man. De helft van de zaal heb je nodig om een goede avond te hebben. En als die wat voller zit en je voelt aan de lach of het klopt of niet. Dat is bij 50 man zo en dat is ook met 1000 man zo. Ja. En als die dan altijd vol zit, dan weet je, die inkomsten kan ik nu verknoeien aan een LP die ik uitbreng. Kan ik een grote financiële put creëren voor mezelf. Is het voelt ook aan, want hoe heet de plaat? De plaat is echt gewoon ik doe mijn best en kwestie van smaak. Twee dingen heb ik opgezet. Maar echt wel, het zijn de twee shows apart. Het zit 6 jaar tussen of zo, tussen de twee. Ja. En 8 jaar, denk ik, tussen de captaties of zoiets. Mijn ideale wereld en corona is er wel een put door. Het voelt ook een beetje aan als een soort end of an era? Ik ben er... 10 jaar stand-up, eigenlijk 11 jaar stand-up nu, dat is het een beetje. Was even jouw eerste keer niet een voorronde van Humor's Comedy? Dat was de eerste keer, ja. Letterlijk de eerste keer? Ja, de eerste keer. En heb ik bemoedigende woorden van jou gekregen. Echt? En, dan heb ik gezegd, stop er nu mee. En dan wist ik, ik blijf gaan. Ja, moet je blijf gaan. Nee, echt waar. Dat was in de trucendoos? Trucendoos, ik denk dat ik dat nog weet. Trucendoos, ja. Dat was, en ik denk dat niet slecht was, maar ook niet goed. Nee. En dat het... goed, met je eerste keer... Zeker, maar wel... Dan zou je ook niet door naar de finale gaan. Nee, zeker niet. De volgende wel gewonnen, hè. Dat is duidelijk. Dus je hebt letterlijk op 2 jaar tijd van je allereerste keer naar Humor's Comedy Club winnen, is op 2 jaar tijd gebeurd. Ja. Was het dan 16? Alles stress kwam daarna, vind ik. Elke volgende stap was er voordat ik er klaar voor was, eigenlijk. Dat was eigenlijk echt zot. Dat was waanzin. Dat was echt zot. Maar ik denk ook dat soms... het is nu veel moeilijker om mijn stand-up te beginnen dan 10 jaar geleden. Ik heb toevallig van de week een paar workshops moeten geven en ik heb dat letterlijk gezegd. Als je nu moet beginnen, hoeveel en hoe... En zelfs de generatie voor jou. De generatie voor jou heeft in avondvullende voorstellingen hun stem kunnen vinden. Ja. Jij hebt dat natuurlijk... jouw eerste show had je wel je stem al gevonden. Ja. Er zijn gasten van de generatie voor jou... die eigenlijk hun stem gaandeweg gevonden hebben... tijdens de show, dat ze een avondvullende show hebben. Ja, dat is een luxe probleem. Dat is niet meer... Dat gaat nu niet meer, hoor. Want ik heb tot voor kort... ik heb 3 jaar geleden deken nog regelmatig open mics. En bijvoorbeeld, ik was op de halve finale van Humo's. Ja. Ik kende niemand van die mensen. Nee, tuurlijk niet. Dan denk ik van, lap... Dus elk jaar, of elke 2 jaar is recht een volledig verse lichting. Absoluut. Probeer daar maar een keer in op te vallen. Dan moet je al een hele gekke hoed aandoen. Ja, en er komen er altijd bij, maar er vallen er niet zoveel af. Ja, is dat zo? Ja. Dat is interessant. Ja. Er zijn niet zoveel mensen die stoppen. Mm-hmm. En is dat goed, Fokke, voor de sector, voor de scene? Ik denk het wel, want ik denk dat we nu op een punt komen... Dat mensen gaan moeten zoeken om toch op te vallen. Of niet moeten zoeken, maar dat we andere verhalen... Dat we diversiteit in materiaal gaan krijgen. Ja. Ik hoop wel dat niemand demotiveert. Omdat is het niet moeilijker om op de lijst te geraken van open mics? Ja, dat is ook zo. Maar wat ik wel doe, is als jij vorige keer gestaan hebt, dan pak ik iemand anders de volgende keer. Dus ik kijk wel eens op de groep kadetten en openmakers. Vooral kijk ik om Nederlanders te zien ruzie maken. Ja, dat is het leukste. Veel, dat is het mooiste van die groep. En ik zit daar niet bij, want ik hou me er mooi tussenuit. Maar af en toe wordt er ook een open mic aangekondigd. En dat doe ik en daar, dan, ja. Dan zie je de massa aan namen. Denk van, ik wil niet een persoon zijn die hem nu moest selecteren. Ik poneer het daar ook op. Maar mensen moeten een mail sturen naar openmicjoker@gmail.com. En dan filter ik. Dat is al een filter eigenlijk, het moet mailen. En dan kan ik ook, want dan weet ik ook, mensen die dan maak ik ook een mix van mensen die nog nooit op het podium hebben gestaan. Mensen waarvan ik weet, die kunnen het eerste of tweede deel afsluiten. Ja. Ah, ja. En als je vorige keer al geweest bent, dan kom je volgende keer. Toch ook een beetje aan de mensen in de zaal. Dat is wel heel belangrijk. Dat je toch, dat open mic toch... Nee. Ik zorg er wel voor. Ja. We hebben altijd een goede MC. Hè. We hebben altijd een goede MC. Maar je wil ook wel... Ik wil wel ook dat die avond goed is. En dat al die... Kijk, iemand die er voor de allereerste keer staat... die ga ik ook niet als eerste zetten. Ja. Ik wil dat die ook... Dat iedereen de beste avond heeft die we kunnen maken... met het talent dat er maar is. Voor een open mic. Voor een open mic. Dat we wel de beste avond krijgen die er is.
En dat we ook niet te veel repetitie hebben. Want er zijn inderdaad mensen die zich schrijven voor inschrijven voor elke open mic. Ja, nee, volgende maand ben je weer welkom. Ja. Maar dus zo probeer ik iedereen wel een kans te geven. Het is, ik mis het ook. Open mic is dat dat ook een beetje een jambersfactor altijd. Tuurlijk! Zo, soort van, zo. Maar wel minder en minder. Godzijdank. Okay. Dus de echte pijnlijke gevallen die zeggen... ik heb geen geld voor therapie, ik ga comedy doen. Daar zijn er gelukkig minder van. Dus de kennis... En dat is natuurlijk ook bij het publiek zo... De kennis van stand-up en de kennis van comedy is bij de beginnende comedians en bij het publiek gewoon gegroeid. Ja. En daardoor zitten er minder debielen in de zaal, weten de mensen waar ze naar komen kijken. En staan er minder debielen op het podium. De stilke zaal komt de kunstvorm in de Vlaamse kunstvorm in de puberteit. Misschien dat een beetje de... Dat is het. Hey. En dat is wat ik wel interessant vind, is dat we hebben nu de grote namen en de grote jongens. En nu wil ik die bijzondere dingen allemaal zien. Mensen die ertussen die ertussen gaan fietsen. En is daar dan ook ruimte voor? Ja, en dan heb ik voor ook... mij wel. Ja, ja. Maar ik bedoel, is daar ruimte voor in het circuit? Als je denkt aan de Amerikaanse scene, aan die quirky freaks die knallen, die grappig zijn, hè, dan denk je van maar in dat land kunnen ook zij... Nee. Een ongelooflijke tour doen. Ik weet niet of die allemaal dan hun dayjob moeten opzij gooien. Dat weet ik inderdaad niet. Het beste voorbeeld is natuurlijk Karel de Rijken, finalist. Hij heeft hier vorige week gestaan. Een van de meest bijzondere mensen die met humor en comedy bezig zijn in het moment. Alleen, dat is nog niet wijdverspreid. Ja. En dat is wel een acquired taste. Hoewel hij hier... dat is iemand die mensen de slappe lach bezorgt. Ja. Ja. Op een manier die ik veel andere mensen niet zie doen. Dat is zo raar, absurd en eigenzinnig. Ja. En ik hou daar heel veel van. Ja. En zoiets te zien naast iemand die gewoon echt goede jokes vertelt. En iemand, snap je al? Iemand die heel veel, die gewoon goed speelt. Die heel veel met zijn lichaam doet. Ja. Iemand die heel celebraal moppen vertelt. Ja. En iemand die gewoon heel raar, out of context, rare shit doet. Ja, ja, dat hoort allemaal thuis op zo'n podium. Maar wat ik wel vind is, het wordt wel eens geponeerd, Fokke. Ja. Ja. Dat tv nog altijd een must is voor stand-ups. En ik vind dat altijd een raar iets, omdat zoveel voorbeelden zijn er van komieken die heel goed meedraaien in die ervan leven, die zaalshows hebben. Als ik nu denk aan Hans Kool zelfs, als ik denk aan Steven Mailleu. Hans Kool, Steven Mailleu, zelfs Alex Agnew eigenlijk. Ja, maar zoveel mensen die... Dat is waar, nou, zoveel. Er zijn er een aantal. Voor jou heeft tv wel geholpen. Maar 100%. Voor Vincent Voet heeft tv wel geholpen. Dus mijn punt is niet dat het niet helpt, maar mijn punt is dat het niet een gateway is naar volle zaal. En dat in Vlaanderen vooral vind ik dat eigenlijk... Mensen vroegen dat ook in die workshop. Joost van Nieft, die knallen die spelen. Absoluut. Zoveel bas. Het verschil is natuurlijk dat je traject iets langer duurt. Voordat je die volle zalen hebt, dan moet je misschien is dat wel pas. En dan moet je goed zijn natuurlijk. En dan moet je echt heel goed zijn. Je moet de doorzettingsvermogen hebben. Maar een wedstrijd winnen of tv. Ja. Je moet de vraag aan kunnen, leefde jij hiervan? Absoluut. Absoluut. Ja, ja. Maar goed, terug naar de vinyls, want daar zijn we voor. Ja, en ik ben ook blij dat we tot nu toe een goede sfeer hebben gehad. Ik vind het interessant, dus het is nu comedy theorie, wat dat het minst grappig is in de wereld. Maar ik weet, Fokke, ik denk dat we daar al over gepraat hebben, als je stand-up ziet met twee factoren, namelijk het materiaal, droge, kopieerbare materiaal, dat ik kan zeggen, dat jij kunt zeggen, en ik ga het even omschrijven als métier, dus personage, polypresence. Als je twee schuivertjes hebt, weet ik dat, ik denk dat wij van een beetje de omgekeerde school zijn, als het gaat over, we zijn allebei eens, je moet ze allebei hebben, essentieel, maar... Hoe dat je die schuivers openzet, wat het belang is van die twee, denk ik dat wij een beetje tegenover elkaar staan. Kan fout zijn dat jij meer iemand zei van het is het personage, hoe je daar staat, hoe dat je brengt, de energie, dat je dat als een heel belangrijk aspect ziet, terwijl dat ik dat meer als bijkomstig zie. Ofzo. Is dat iets? Dat je dat vindt, en dat klopt ook voor een groot deel zo. Dat is ook een beetje voor mij een soort tegenbeweging, omdat ik vind dat te veel mensen alleen maar naar het materiaal kijken. Dus dan ben ik geneigd om... Ja, En als het gaat over beginnende mensen... is mijn tip wel altijd... materiaal schrijven kun je leren. Mensen je laten bij helpen, weet ik wat. Podiumpresence is veel moeilijker aan te leren. Ja. Dat moet er al een beetje zitten. Ja. Dus misschien is het in die zin dat ik zal dat gehoord hebben van u. Ja, voilà. Dat is anders dan dat ik het omschreef, inderdaad. Ja, bij beginners ben ik meer op presence. Ja.
dan op materiaal. Omdat materiaal voor mij... Ja, dat moet wel goed zijn. Tuurlijk moet dat goed zijn. Moet allebei gezet, daar zijn we het over eens. Hè. Het gaat over ja, waar leg je de nadruk op in het... En uiteindelijk... De grappen die jij schrijft, dat zijn zeer goede grappen. Maar jij bent wel nu gekomen op een punt dat ik vind dat iemand anders die grappen niet kan vertellen. Dat is interessant. Ik vind, dat is eigenlijk het punt dat ik bijna wil maken. Dus, moeten we even zeggen wat er gebeurd is? We hebben elke 3 platen gekozen. Ja. Ja, misschien... Maar eerst even, voordat we dat doen. Ja. Ik vind dat dus, jij denkt dat presence en podiumpresence minder belangrijk is. Terwijl ik van mening ben dat jouw grappen, dat zijn typische Lucas Lely grappen. En dat is niet alleen maar... In theorie, als we inderdaad die schuiven helemaal zo zetten, zouden jouw grappen ook door iemand anders verteld kunnen worden. En daar ben ik niet helemaal mee akkoord. Ja, ook al is dat een beetje mes in mijn eigen rug steken. Ik denk dat dat we het erover eens zijn dat Karel de Rijke, als ik zijn materiaal moet brengen... Nee, dat is onmogelijk. Maar dat kan niet... Maar dat er iets van de funesse zal ontbreken. Maar dat is misschien waarom ik dat zo interessant vind. Ja, maar het is een interessante discussie. Ja. En ik denk dat in de plaat die we gekozen hebben, en het vergelijken misschien, hoe abstract het dan ook wordt, dat wel leuk kan zijn. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik boeiend. En ook niet helemaal. Want, ik ben niet helemaal met je eet. Dus, wat hebben we gedaan? Omdat er een vinylplaat van Lucas Lely uitkomt, moeten we ook iets hebben om over te lullen. Deel. Wat hebben we gedaan? We hebben elks 3 fysieke platen die we veel hebben beluisterd. Onze top 3, elks. Ik heb naar jouw top 3 geluisterd. En misschien heb jij ook naar de mijne geluisterd. En dat zijn eigenlijk 3. Want dat was... Bij mij trouwens, die ik gekozen heb, zijn geen platen die ik beluister. Want wie koopt er nu nog vinyl? Hallo, dat is toch zo verouderd, Jesus Christ. Dus ik heb zowel... Het zijn 3 platen waar ik mij bewust van was. En waarvan ik de specials ook heel veel heb gezien. Maar dat was eigenlijk mijn vraag. Ja. Heb jij... thuis naar zo'n plaat of op welke andere vorm dat het dan is, veel beluisterd. Ik heb 1 plaat, dat is degene die ik... Dat is je nummer 1 misschien. Rodney Dangerfield, die heb ik. Ja. Ik heb die nog nooit opgezet. Wat dat niet goed is om te zeggen als ik een vinyl aan het verkopen ben. Ik ben echt zo een stofzuiger verkopen. Je zegt, stofzuiger moet dat niet doen, dat valt vanzelf. Dat is allemaal niet erg. Pakt dat zelf bij de stofzuiger. Zeg, Jesus. Ik moet niet op de markt gaan staan, Fokker. Nee, ik heb wel, bij de platen die ik nu bij heb, die heb ik effectief echt beluisterd. Maar ik ben natuurlijk ook 20 jaar, hoe oud ben jij? 33. Ja, voilà, ik ben er... Je bent geboren in 33. Ik ben geboren in 1933. Dus ik ben ietsje ouder, dus ik heb effectief die vinyltijd en die cd-tijd wel meegemaakt. Ik heb er nu besteld van die dat ik gekozen heb. Nu. Is dat echt? Ik heb van CK, de 2017, die heb ik nu besteld uit Amerika. Dus die komen aan boord. Wat is jouw... zal ik eerst... Dan is jouw nummer 1 de laatste. Oké, zal ik bij mij nummer 3? Ja. Bij mij op de 3e plaats... staat, dat is wel echt ook een cd, want die is zelfs niet op Spotify, heb ik gezien. Nee, ik heb hem moeten kopen. Heb je hem gekocht? €3 heb ik ervoor betaald. Oh shit. Is de, wacht, ik ga het natuurlijk niet lezen. De Lewis Black, de Carnegie Hall Performance. Dat is een zwarte hoes. Mm-hmm. Dat is echt een cd. Dat is niet het eerste wat ik van Lewis Black gezien heb. Maar dat is wel, die heeft wel bij mij indruk gemaakt, deze. Gevoeld met het te horen ook dat het een soort van apotheose is van zijn werk of zo. Absoluut. Hoe hij ook begint aan de show. Het begint eigenlijk met 10 minuten Carnegie Hall materiaal over de zaal zelf. Wat er zo goed aan deze cd is dat het is integraal de voorstelling. Ja. Volgens mij is er niks uitgeknipt. Want het is een dubbel cd, dus 2x40 minuten, wat al redelijk lang is voor Amerikaanse begrippen. En het is 1 show, denk ik. Het begint inderdaad dat hij gewoon over Carnegie Hall en over het feit dat zijn moeder in de lift in Carnegie Hall zegt, dus dit is het hoogste haalbare. Dat zijn moeder al teleurgesteld is voordat hij moet beginnen. Hij lijkt me ook nerveus of zo. Ja. Hij stottert vaak. Maar dat doet hij altijd wel. Hij is altijd een beetje kwaad en stotterig. Ik vond het heel interessant dat het erin zat. Ik vond dat interessant dat dat erin zat. Mijn favoriete stukje, en dat zul je ook absoluut gehoord hebben, is op de tweede cd. Ergens in het begin begint hij een mop. En hij verneukt hem. Ja, hij zegt het. En hij zegt, Louis, you fucked up the joke. Ja, dan moeten ze wel lachen. Hij zegt, no, never mind. En dan zegt hij, dan moet je €10 boete betalen bij Carnegie Hall als je mop niet afmaakt. Dus die benoemt gewoon... Dus het feit dat ze dat erin laten, vind ik heel boeiend. Ja. Het is gewoon echt een integrale, ruwe
alsof je in de zaal zit, vibe. Vond het ook interessant. Ik ben ook fan van hem. Ik ken hem vooral van de Daily Show-tijden. Ja. Dat hem daar zat. Wat ik hem ook heel goed vond. Ja. En ik vind het interessant ook, dat is een beetje een tijdsdocument ook, omdat er, ik neem aan 2005, 2006 of ja, zo. Zoiets, ja, zoiets, ja. Zo, dat is ook een de actua, de Amerikaanse actua van dan, zit er ook in. Absoluut. En dat vind ik ook altijd heel leuk om dat te luisteren. Dat is, Bush was het? Dat is nog Bush, ja. Bush, denk na de, Bush, na de Katrina-ramp ook en al die dingen. Dat hem daar want hij heeft het ook over New Orleans. Ja. En, Ik heb ook heel veel nostalgie naar mijn leven, toen ik naar Daily Show keek. Toen ik het studeerde, elke dag Daily Show en de Colbert Report. En dan ook naar rechtse zotten, dan Bill O'Reilly. En dan, dat is gelijk fictie. Dat was elke dag hij was natuurlijk, hij zat toen, hij had een item in de Daily Show, hè, Back in Black. Ja. En jij zit in die ideale wereld. Dat is eigenlijk een beetje, jij zit... Colossi, kijk, toch? Dus, de geschiedenis herhaalt zich. Geschiedenis, jij bent een beetje de loer. Nee, ik vind natuurlijk, qua je oude man, vind ik leuk. Ja. En ik vind het, wat vind ik leuk aan hem, is dat hij het ene moment over het weer zeurt, en het volgende moment over politiek. Ja. En dat vind ik gewoon goed aan die cd. Ik snap waar je naartoe wil, want dat is inderdaad, zijn de moppen de beste moppen? Maar ik heb minder bij hem, is dan minder het punt dat ik zou maken. Ah, ja. Het is geëngageerd ook enzovoort. Ik vind ook het interessant dat hij... Als je hem kent, kent hem van de Daily Show als roepend typeke. Als kwaaie oude man. En het interessante is dat hij dan eigenlijk die energie moet doseren gedurende een uur. Dan hou je die vol. Nee, dus dat is heel interessant hoe dat het dan weer escaleert. Ja. Kalmeert. Hij heeft een soort van rustige stem, maar in dat je wel voelt dat er altijd iets borrelt of zo. En dat vind ik ook interessant. En ik denk, comedies onder elkaar, dat meneer Lewis, daar ook wel vrij over moet nagedacht hebben van, waar ga ik... Absoluut. Ik kan hier niet 1:20 zitten schreeuwen in die hal. Nee, dus ik moet dat hier een beetje doseren. Ik vond het leuk dat je dat gekozen had, omdat ik hem eigenlijk nog niet had zien stand-up, moet ik toegeven. Ik kende hem van zijn bits en ik wist dat hem stand-up deed en de eerste keer dat ik een set heb... Ik heb hem... zijn eerste keer dat ik hem... Black on Broadway, dat is de eerste DVD die ik daarvan had. Ja. Dus die is dan nog daarvoor. En dan was ik gelijk verkocht. Ik heb hem 2 keer live gezien ook. En hij komt nu naar La Madeleine. Het was mij gezegd. Want hij ging komen, ik denk dat zijn moeder overleden of whatever. Die zijn moeder is 101 geworden of zo. Dat is een oude man. Wordt benoemd ook, ja. Maar ik ben grote fan. Maar het is wel inderdaad kwaaie oude man. Maar ik vind de dynamiek tussen kwaad worden op het weer. Ja. Over echt helemaal niks. En daarna ook wel een slimme gedachte hebben. Ja. Maar dat nog altijd op een hele... niet op een intellectuele manier verwoorden. Ja. Dus hij zal ook zoiets zeggen van... de Republikeinen zijn shit. Ja. En de Democraten zijn nog shit hier. Weet je wel? Zo. Ik denk wel dat toen nog vernieuwender was dan nu. Ja. Omdat nu alles is politieke commentaar. Ja. En alles is dat. Dus maar ik kon het wel in die context zetten. Omdat ik vroeger ook zo verliefd was op de Daily Show en al. En dat toen... Ja, dat dan minder... Maar je merkt dat het nu, hè, want dan Jon Stewart doet nu terug de Daily Show. Ja. En dat de reacties daarop zijn helemaal anders dan toen. Maar het is weer heel goed, vind ik ook. Ja, het is zeer goed. Want die Apple Show had ik nooit mee met wat hij voor Apple deed. Ik heb wel gezien. Ik vond dat... Het is raar, want ik kan zelf niet benoemen wat er anders is. Is het dan echt gewoon die decor die het hem doet? Nee, het is ook wel een beetje... Het is minder... misschien zelf een beetje meer centrum of zo nu dan? Nee, ik vond die Apple Show vond ik dat die iets te veel... te weinig zelfrelativerend. Ah, oké. Okay. Ja. En dat er in de Daily Show dat hij... Ik weet het ook niet. Ja, die vibe meer heeft. Ja. En dat werkt voor mij beter. Want ik had echt... Ik vond die Apple Show ook leuk hoor. Ik heb goede dingen. En die als het over gun control en zo, die interviews die hij dan doet. Ja, die zijn wel belangrijk. Ja. Die zijn ook wel viraal gegaan, weet ik van wat. Maar het heeft een bepaalde... pretentie. En de Daily Show heeft minder pretentie. Dat is, pretentieus zou mijn woord zijn bij de Apple Show. Maar toen dat de eerste aflevering, dat hem terug was bij de Daily Show, ik had echt een nostalgiagasm. Dat ik dacht, ik zit terug zo ontbijt gaan te fretten. Hoe kwaad waren de Democraten dat hij zei dat Biden out is? Het is zo mooi. Dat is toch waanzin? Als hem zegt, did anyone film it? Omdat ze altijd zijn over Biden, dat hem zo scherp is en al. Ja, did anyone film that? Heel mooi. Maar het feit dat we nu inderdaad in een tijd leven dat de Democraten vinden dat als jij op Comedy Central komt, dat je in hun kamp moet zitten en niks negatiefs over Biden mag zeggen, dat is pure waanzin. Dat is zot, dat is zot. Ja. En dat was toen niet. Nee. Ook vind ik, en dat is een beetje, ik was onlangs naar een nieuwsspecial aan het kijken van
Pete Holmes. Ah ja, ja. Waarom denk ik? Die SNL-kerel zo. Ja, maar die heeft een... Rick zat Crashing ook op Netflix. Ja. Dat is dus een religieuze mens. Heel proper. En ik was even aan het denken... Ja, proper is bijna het nieuwe edgy of zo. En dat ik dan denk ook van ik denk dat fuck zeggen in een zaal toen nog iets losmaakte bij mensen. Ja, ja. En dat dan nu misschien iets... Dat was ook iets dat mij opviel van zo... Ik denk dat dat toen... Dat het lange geschiedenis van stand-up... Ja, ik denk naar Richard Pryor. Ja, toen Richard Pryor deed dat het wel... Ja, nou, ja, dat is waar. Nu, wat bij hem wel is hoe hij het zegt is vaak grappiger dan wat hij zegt. Ja, ja. Dus als hij op een gegeven moment zegt, Dr. Fuck Phil... Ja. Moeten mensen al lachen omdat hij gewoon Dr. Fuck Phil zegt. Terwijl dat is geen mop. Ja. En wat er ook op deze was, ik vergeet dat hierop staat... Dat Michael Jackson dat een punchline is. Ja, kunnen ze herhalen? Dat ik gewoon zeg van Michael Jackson. Ja. Het is een punchline. Het is van elke ding. Ja. Why did the chicken cross the road? Michael Jackson. Dat is inderdaad. Inderdaad, niet iedereen kan dat materiaal brengen op die manier. Nee. Het gaat toch niet werken, denk ik. Ja. Nee, zet jij die CD dan soms op in een CD-speler? Dat is. Bij deze moest het nu inderdaad. Ja. Maar dat is ook heel zelden. Hoor. Ja. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik. Ik heb een enorme DVD en CD-collectie met allemaal comedy specials. Maar ik denk niet dat ik de laatste 10 jaar veel gekocht heb. Ja, ja. Dus dat is wel van een bepaalde periode. Ja, maar het heeft ook een poster gehaald, dus zoals ik zeg. Ja, het is een soort van. Ja, maar ik heb niet meer de neiging. Als Lewis Black iets uitbrengt, koop ik het nog. Dus een beetje net als mijn favoriete bands. Ja. Die 5 bands die ik nog goed vind, daar koop ik nog alles van. Bij Lewis Black is dat ook zo. Als die iets nieuw uitbrengt, heb ik het ook. Als er een fysieke versie van is, maar anders... Er zijn er ook niet meer fysieke. Ja, dat is waar. Alleen mijn vinyl. De rest is top. Ja, dat laatste. Alleen jouw vinyl. Jouw vinyl is de laatste. Enige. Dus haast u, dames en heren. Maar echt haast u. Goed, dus dat was bij nummer 3, Lewis Black, de Carnegie Hall Performance. Ja. Deze aflevering gaan we op 18 dubbel vinyl uitbrengen, trouwens. Dat is ook al gebeurd. Ja, zeker. De Volksjury heeft een vinylplaat. Maar die moet je niet kopen. Nee. Nee, die moet je niet kopen. Je moet de Lucas Lely maken. Ja, tuurlijk. Ja, als je maar geld hebt voor één plaat, koop dan. Je moet de promocode FOCCAST bij de Volksjury inbrengen. Er gaat niks gebeuren. Geen euro gaat er vanaf. Nee, dan komt er geld bij, denk ik. Ja, tuurlijk. Gelieve deze niet te kopen. Wij willen u niet in onze community. Nee, maar het is toch ook waanzin dat gewoon een gesprek... Het zal best een goed gesprek geweest zijn. Maar dat ze dat ook al op video uitbrengen. Ik snap dat zeker. Omdat podcast-fanschap, ook met Patreon en al... Dat is eigenlijk een van de nauwste verbindingen die je hebt. Echt niet meer in zitten. Daar moet de plaat echt niet in zitten. Niemand gaat die plaat erop zetten. Dat is toch echt wat we hebben, denk ik. Maar dank ervan af, is die plaat ooit uitgekomen op... ik zou hem dan ook niet uitbrengen. Daar zou ik een exclusieve aflevering van maken dan wel. Dat is het minste van de... Weet ik zelfs dat weet ik ook niet. Dat is interessant, vind ik. Dat is een interessant. Want daar was ook wel eens, nog eens bij de bommen aankloppen. Mag ik hier een keer een uurtje blijven dat je inderdaad zegt... Deze brengen we alleen op vinyl uit. Ja. En als je hem wil horen, moet je het zo doen. Ja. Die komt niet op Spotify. Ja. Dat zou nog slim zijn. Zin een keer. Dat ga ik ooit doen. Ik had dat bij mijn 500 moeten doen. Edouard de Pree gaat het ook doen voor de Palaver podcast. Goed, dat moet ik je nu uitknippen. Dat is wel maar heeft hij ook een zoveelste of wat? Zeker. Binnenkort geen 500 als zijn. Nee, dat niet. Als je lang podcast en de jaren en je hebt afleveringen, dus om de 3 minuten hebben. Ik ben volgend jaar 10 jaar bezig. 10 jaar bezig. Ja. Waarvan 3 jaar met deftige audio-kwaliteit? Laten we zeggen een half jaar. Oké, top. Maar goed, dat was mijn nummer 3. Wat is jouw nummer 3? 3. Ik ga dan Brian Regan pakken. Regan ga ik nemen. Ik ben de naam van de plaat al vergeten. Live, ben weet ik gewoon. Ja, live. Ja. Ik ben grote fan van hem. Eigenlijk zal... het materiaal vind ik ook heel goed. De observaties zijn ook heel sterk. Ja, grote fan. Proper, een proper comic. Ja. Vind ik altijd interessant om te zien. Dat iemand dat... vind ik altijd leuk. Van uitspraak zelfs, met momenten als je ogen dicht doet, Seinfeld. Ja, zeker. Hoor je bijna Seinfeld. Ja. Alleen sneller. Ja. En luider. Luider. Ja. En ietsje minder gepolijst. En daarom ook wel heel goed, hoor. Ja, het is ook een uniek... Het is eigenlijk ook iemand die het niet echt met tv heeft gedaan. En hij zegt altijd dat hij woont in Vegas of zo. Maar daar gaat hem nooit buiten. Daar wordt hij nooit herkend, omdat hij daar niet optreedt. Nee. Dus de luxe van in Amerika te stand-upen is... Ik ga gewoon niet in mijn staat optreden. En dan kent niemand mij. En dan kan ik wereldberoemd zijn op andere plekken. Het is ook niet per se Vegas materiaal. Het is observatief. Ja, en energiek. Ja. Energiek, waar ik ook jaloers op ben, dat mensen dat kunnen roepen en zo. Was dat zijn debuut? Denk het wel, hè?
Maar kijk, dus de achterliggende informatie heb ik dus niet volledig. Je had natuurlijk je huiswerk kunnen doen. Ik had mijn huiswerk kunnen doen, ja. Excuses. Kijk. Ik wil gewoon die plaat verkopen. Dat is het enige dat ik hier... Ja, je moet hier nog een uur zitten. Sorry, hoor. Ja, sorry. Ik ben een heel grote fan van hem. En ik moest meteen aan hem denken als je dacht aan drie plaat. Heb je hem live gezien? Nee, nog niet live gezien. Is hij naar Europa geweest? Ik weet dat hem ondanks een beetje een gefaald iets heeft gedaan op Netflix. Dat wat fictie was-achtig. Ah, ja. En dat werkte niet. Het is het eeuwige ruzie tussen stand-ups en televisiemakers. Ja, dat de stand-ups haten de televisiemakers en omgekeerd. Maar je hebt ook gewoon echt heel grappige stand-ups die niet vertalen in fictie of in... Dat bestaat gewoon. Nee. En omgekeerd zeker ook. Ja. Heel grappige tv-makers die op een podium... Bij mij allebei natuurlijk. Die Venn-diagram gaat mooi door midden. Ja, dat is ongelooflijk hoe je dat doet. Dit is de meest hotaine podcast waar ik ooit op ben geweest. Dat is heel goed. Zelfpromo.be gewoon. Lucas Lely lult zichzelf de hoogte in. Dus ik zie mezelf ook op beeld. Dus ik ga straks mezelf ook aftrekken terwijl ik naar mezelf kijk. Ja. Maar nu zie ik dat ik in profiel sta, dus al mijn goestingen mezelf te promoten is volledig weg. Ja, daarom doe ik mijn arm altijd zo, dat niemand ziet hoe dik ik ben. Ik ga wel rechter zitten. Ja. Sorry aan de YouTube-kijkers dat u dit sorry, moet, sorry YouTube-kijkers. Ja, het spijt mij. Dus Brian Regan live. Wat vond jij ervan? Ja, zeer goed. Ja, ik vind het ook. Ik kende hem niet zo goed. En toen ik bij hem geïnteresseerd was... was ik niet zo grote fan. En nu heb ik dat beluisterd en ik vond dat echt heel funny. Ja. Gaat over observatieve dingen. Op school zitten. Je les niet kennen. Dat is een beetje... Omdat ik vaak de kwaaie oude mannen leuk vind. Hoewel deze man ook wel een beetje kwaad is. Ja, ja. Maar ook Jim Gaffigan heb ik ook veel later ontdekt. En Brian Regan en Gaffigan zitten bij mij in dezelfde schuif van erin. Snap ik. Waarom heb ik dat niet eerder ontdekt? Ja. Dus dat is... Aan de andere kant is het niet zo mooi als iets te ontdekken en dan te beseffen dat je 10 jaar aan, 10 jaar aan materiaal aan content hebt. Ja, zeker weten, ja. Ja, ja nee. Ik vond inderdaad wat ik zeg, het is een beetje energiekere... snellere, luidere Jerry Seinfeld. Ja, akkoord. En er is iets met die... Hoe goed dan een one-liner ook kan zijn... Hè, een van mijn platen zal het ook bereiden. Hoe fantastisch dan een one-liner ook kan zijn... Een observatie die je weet... Die je kent, maar nog nooit hebt kunnen formuleren in je hoofd. Ja, ja. En dat je plots een heel zaal voelt. Dat is toch uniek. Dat is iets... Oh, ja. Als je dat vastgrijpt en als je dat hoort... Maakt dat u, als komiek maakt het u ook kwaad, want je hebt het zelf niet bedacht. Maar ook heel... Dat kan een innerlijke warmte van uitkomen. Snap ik. Dat ik gelukkig van is daar ook inspiratie? Gewoon... Hey, inspiratie is niet echt meer goesting. Goesting want jij bent natuurlijk een veel rustigere performer. Ja, maar het gaat dan vooral over zo het ontdekken. Want in mijn tweede show zitten er wel meer observaties. Ja, het is meer zo het idee van... Ah, ik heb goesting om ook op zoektocht te gaan naar... Dat soort zaken en zoiets kunnen benoemen. En dan het idee om dan na te denken bij elke stap van uw dag. Van wat zijn we hier aan het doen en waarom doen we het? En geen fuck en geen chockerende, zaken. Vind dat een beetje... Maar ik moet niet vooral meenemen, want mijn favoriete comic die er ook nog aankomt. Ja, ja. Die is ook heel grof of zo. Maar Ik begin meer en meer dat te appreciëren wel als je het een beetje properder kunt doen of zo. Ik denk ook, ik heb ook gemerkt bij CC's dat het is gewoon, mensen zijn wel echt al veranderd. Dat is, ik vind dat alles moet kunnen, alleen waar ik wel de stenen kloten van krijg, is mensen die chockeren om te chockeren. Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld, ik heb er met een aantal mensen over gehad, maar ik vind de laatste special van Ricky Gervais, denk van gast, nu ben je gewoon... Grof te doen. Nee, grof niet eens. Ja. Contrair te doen om contrair te doen. Maar als je echt een punt hebt, of als het echt ergens over gaat. Ik vind bij Chappelle, zeggen mensen daar ook, heb ik dan minder. Maar bij Gervais heb ik daar echt dat het chockeren om te chockeren is. Ja. Maar we gaan misschien ruzie maken nu, maar zowel Chappelle als Gervais de laatste jaren heb ik... Ik heb bij Chappelle, vind ik dan nog altijd de vorm interessant en hoe die er staat. Ik heb onlangs op Netflix, hij heeft een of andere zaal geopend in de universiteit. En dat is een speech van 3 kwartier. Ja. En dat staat op Netflix. Wat al raar. Ja. En dat is nu werkelijk, ik zeg dat ik mezelf aan het aftrekken ben, maar dat is de grootste. Hij praat over zijn eigen special die net geweest is, The Closer. Ja. Want we moeten allemaal weten wat dat is natuurlijk, The Closer. En hij zegt op dat podium dat de beste specials in een generatie. En dat het aan de nieuwe generaties moeten bewijzen dat ze ooit aan dat niveau gaan kunnen komen. En dat is die mens aan het zeggen. Ja. En ik zeg van, als er nu geen mop komt,
zijn gewoon uw plechtige communie aan het capteren voor mij. Dat is waar. Ik moet het niet waar. Weten. Nu, meestal komt en er dan wel een bot. En ik heb kleine specials gezien van... kleine specials van... met name, maar echt... Mark Normand. Zo van die dingen. Drie dubbel zo grappig als die laatste special van Chappelle. Ja. Mensen die gewoon voor humor gaan. Misschien dat je, als je belang hecht aan zijn maatschappelijke debatten of zo. Ja. Oké, dat al ik leuk is. Ik hecht daar wel een beetje belang aan. En ik hecht ook wel aan zijn manier van... Maar inderdaad, dat zelfstoeverij. Mm. Dat doen we in podcasts, maar niet op een podcast. Exact. Dat is mijn koor. Dankjewel dat je het goed praat voor mij. Maar Gervais ook. Dat ik denk van... Als hem dan weer zo foto's post, dat hem zo... zwart-wit van Gervais, en dan eronder staat er wees goed met, tegen de dieren. Denk van, dit is waar Ricky Gervais uit 2008 mee aan het lachen was. Ja, absoluut. Exact wat jij nu aan toen zei. Ja, en ook zo van, en toen zei hij iets lulligs op Twitter, en toen zei ik iets lulligs terug. Man. Maar nou jongen, gast, het is een soort zelf... Ik heb die gezien in Amsterdam, de vorige show, en dat was echt zo, het begon met een heel grappige bit over honden, echt vintage Gervais, en daarna was het dan zo van zo, weet je nog wat ik gezegd heb in de Golden Globes? Dan herhaalt hij zo 10 jokes van de Golden Globes. En dan, Twitter. Die zei dat op Twitter. Toen had ik eigenlijk moeten zwijgen. En die zei, wat heb je... En dan is hem zo gelijk farsheid op Twitter aan het... Terwijl ik die Golden Globes dingen, dat vind ik geniaal. Ja, dat vind ik bij het beste wat er is. Maar je moet niet de eerste half uur van je special de moppen herhalen. Of zo. Maar ja, het is natuurlijk... Die heeft dan ook een heel raar parcours gedaan, hè? Ja. Die heeft gelijk grote zaal gedaan, maar die kwam uit die office naar het podium. Maar die heeft nooit de clubs gedaan. En die ook heel... Het was echt zo een show per jaar of zo. Ja. Maar die office, het is cliché, maar het beste ooit gemaakt, vind ik altijd. Office is geniaal. Die eerste drie shows van hem zijn ook briljant, echt heel goed. Ja. En dan is het een beetje lui of zo. Ja, ik denk van het moment dat de Steve Merchant er is afgevallen in zijn fictiereeksen, denk ik dat je al heel veel gezien hebt. Ja. Denk dat... Hoewel die eerste reeks van Afterlife vond ik ook wel echt heel goed, hoor. Moet ik mijn bakjes overhouden, dat heb ik niet gezien. Maar ik eerste reeks echt heel goed. Maar ik vond Derek... Dat heb ik niet gezien. Dat hij een mentaal persoon speelt... plots klassieke muziek en hij die met zo zijn bakkes naar voren zegt you need to be good to other people. Ik denk van, wat zeg je? Oftewel is dit allemaal één grote mop. Ik wil mensen niet tegen me in het harnas. Ja. Nou, je mag, het is een mening zoals elke andere en dat is, is oké. Okay, twee mensen die vinyl gingen kopen hebben nu gezegd, fuck you. Ja, het is niet omdat jij Ricky Gervais niet zo leuk vindt dat de mensen hier vinyl niet laat gaan kopen. Dat hopen, laat ons gaan dat daar www.lucaslely.be en verstellen met de... We zeggen tussen eigenlijk die blijven een soort commercial break. Elke verkochte vinyl gaat er €2 naar Ricky Gervais en Chappelle. Of dode dieren. Inderdaad. Want dan maken we nog een dier dood. Voor elke... Kijk, gaan we... ga ik maken we nog een dier dood. Konijn versmachten. mijn nummer 2 is deze. Dat is Dennis Leary, No Cure for Cancer. Ja. Die cd, dat is letterlijk mijn cd. Hm. Ik heb ook deze mee, omdat daar dat fantastische stickertje Parental Advisory op zit. Terecht geplakt. Terecht geplakt. Dus dat is ook, dat was natuurlijk voor heel veel mensen een extra verkoopsargument om het wel te kopen. Want er staat een stickertje op dat je er niet naar mag luisteren. Hm. Dat is een show uit 1992. Dit is letterlijk, Dennis Leary, No Cure for Cancer, is mijn introductie in stand-up comedy. Oké, ja. En ik weet alle controversie, we zullen het erover hebben en alles erop en eraan. Ja. Ik weet, maar het is wel mijn introductie. Ik zag hem natuurlijk in MTV, die korte bits op MTV, House of Style over Cindy Crawford, over R.E.M., dit en dat. Er waren allemaal zo korte bits. Mm-hmm. Ik was toen jong, ik was toen, dat is 1990, dan was ik 18 jaar. Dus dat sprak mij heel erg aan. Een stoere gast met een leren jas. Ik heb langer een leren jas ook. Vrienden van mij die me van toen kennen weten nog. Ik had een leren jas. Ik rookte niet, maar ik zag er wel uit als een roker. En dan deze cd. De totstandkoming van die plaat en hoe dat allemaal gegaan is, vind ik ook heel boeiend. De man zat... Ja, ik ken er natuurlijk veel van. De man zat... ging in... Ja, dat is ook nog een ander verhaal. De man ging optreden in Engeland, in de UK. En zijn vrouw was mee en die was zwanger. En die moest vroegtijdig bevallen. Hm. Dus die zaten ineens vast in een ziekenhuis. Ja. Terwijl die gingen daar drie dagen spelen of whatever. En dat is in de periode dat ik zat toen... Ik ben naar Reading Festival geweest in 1991. Hm. En hij was daar, maar toen... kende ik dat nog niet, of wist ik dat niet. Nee. Dus ik had die live kunnen gezien hebben. Ja, ja, ja. Dus ik heb daar allerlei, Reading Festival, ik heb daar allerlei Britse bands gezien, Nirvana speelde daar, en The Sisters of Mercy, en Carter Johnson, heb ik allemaal The Fall. Ik heb allemaal gave bands gezien,
Maar ik heb achteraf zo'n poster bekeken. En die was in de comedy tent, waar ik toen niet geweest ben, speelde hij. Dus ik had die gewoon kunnen zien optreden. Ja, ja, dus dat is voor mij ook een dingetje. Maar je goed. Moet, ja, je moet echt op dag 2 van je leven moet echt iedereen leren kennen om te kunnen knallen. Ja. Dus ja. En dat was in die periode wellicht dat hij dan ook gewoon kon optreden. Want die vrouw die lag in het ziekenhuis met die te vroeg geboren zoon. En dan heeft hij die show bij elkaar geschreven. Heeft hij die in Engeland getry-out. En dan is hij die in Amerika gaan spelen. En daar is No Cure for Cancer uit. De DVD, de opname is gedaan door Ted Demme. Dat is de broer van Jonathan Demme. Of de familie van... Niet de broer, denk ik. De familie van Jonathan Demme die Silence of the Lambs en Stop Making Sense gemaakt heeft. Ted Demme zelf heeft ook nog een aantal hele goede films gemaakt. The Ref en Blow en whatever. En voor mij, ja, ik heb die cd kapot geluisterd. Ik ken die van buiten. Ik ben geen drugsgebruiker. Nee. Ik ben geen roker. Ja. Maar de kwaadheid, ook weer kwaad en roepen en goed spelen. Ja. Hij heeft natuurlijk ook nog veel andere dingen geacteerd. Het is een acteur of is een stand-up comedian. Ja, in die periode was het een stand-up comedian. Ja. Nu is het meer een acteur geworden. Ja, dat was mijn introductie. En dan heb ik daaruit al die andere dingen leren kennen. Ja. Dus ik heb Bill Hicks door hem leren kennen. Ja, maar ik snap 100%, is bij muziek ook zo. Een artiest is niet een artiest, maar is ook wie dat jij bent op het moment dat je die artiest leert kennen. Ja. En wat er de avond gebeurde van de dag waarop dat je die artiest hebt ik heb dat ook bij, als we CK gaan hebben, als we daarover praten en zo. Ook Louis Black, dat, je bent op een andere plek. Dus dat is een enorm waardevol iets bij het appreciëren van artiesten. Maar jij vindt dit... Maar ik ben enorm bevoordeeld, omdat ik... Het is het eerste dat ik echt van hem geluisterd heb. Ja. En wat ik kende van hem was... En dat is een beetje het Nickelback-syndroom misschien. Zo ja. Het Carrot Top-achtig gegeven. Namelijk in Amerikaanse popcultuur wordt er... op internetfora en al wordt er naar gesmeten met... Ik weet bijvoorbeeld het nummer I'm an Asshole. Ja. Ik kende dat alleen van dat Louis C.K. zei... Dat dan een bit was van hem. Een premisse. Ja. Een premisse van... En ik heb het ook nog een keer gekeken. Of dat omdat is. Ik wou ook niet beschuldigen. En dat staat heel mooi op de Wikipedia namelijk. Dat is allemaal niet... Dat is nooit concrete duidelijkheid. Het is ook altijd typisch van... Ja, heb je een show geschreven en dan 2 moppen gepikt? Dat is altijd zoiets van... Ja, voilà. Dus dat is bij veel mensen zo. Dus, maar dat was wel het beeld dat ik ervan had. Ja. Dus in die zin vond ik het wel interessant om een beetje bevoordeeld te luisteren. Omdat hij is inderdaad... er is 1 bit en die staat op deze CD. Ja. Die zogezegd gepikt is van Bill Hicks. Ja. Bill Hicks heeft dat ook wel gezegd. Nadat ze aanvankelijk samen getoerd hebben en allebei dat speelden. Ja. Maar daarna kreeg hij succes en werd hij wat commerciëler. En dan heeft Bill Hicks hem wat afgezeken. Dus dat is niet helemaal kosher wat mij betreft. En ook de mensen die dat vinden, en dat mag je vinden, hè, want het is heel gelijkaardig. Die zetten daar op elk ding van Dennis Leary, zetten ze eronder. Hij heeft alles gepikt van Bill Hicks. Nee, hij heeft in deze show, No Cure for Cancer, 1 ding over Jim Fixit. Een gast die gestorven was. Een jogger die gestorven was of zoiets. En dat is een mop die... Ja, en er is nog altijd... Parallel thinking. En je hebt het niet. Ik merk dat meer en meer in deze week. Hoe meer dat mensen met comedy bezig zijn, hoe meer dat iedereen ook van elk feit memes maakt en dingen en zo. Ja. Het is een heel moeilijk bos om door te wandelen. Zeker als je in de komende 20 jaar moet zorgen dat er geen Amerikaan uw observatie heeft. Voilà. En het in een ding zit. En ze hebben samen gespeeld, dus het kan heel goed. Ja. Ik moest er aan hem denken ook qua stijl. Ik vind het interessant dat ze samen hebben gespeeld. Ja. Want ik wist niet, ik wist ook niet in de tijdlijn hoe het zat. Ja. Wat ik wel heb bij hem is, en smijt gerust iets naar mijn hoofd, is dat als we het hebben over de 2 schuivertjes, om het prachtige beeld, dat vind ik hierbij echt de performance helemaal opengezet. En materiaal vind ik, hoe dat ik het nu ervaren heb, op een laag pitje. Snap ik? Ja. Snap ik? Ja. En daar ben ik het niet helemaal mee oneens. Maar Fokke wijst nu dat ik naar buiten moet gaan. Ja, oprotten. Ah, wat jammer. We zullen nooit weten wat er nummer 1 is. Nee. Maar ik snap dat wel. En ik, als ik dat niet in 92 had gehoord, of 93, dan was dat misschien ook nu anders geweest. Whatever. En ik heb daar warme gevoelens naar. Ik vind ook alles wat hij daarna gedaan heeft, Rescue Me, is een van de beste tv-reeksen ooit gemaakt. Dat heeft hij ook geschreven. Nu... Ik ken hem vooral als de tijger van Ice Age. Ook heel goed. Maar Rescue Me is een reeks over brandweermannen die zeer goed is. Heeft hij meegeschreven. Hij heeft een komisch ook? Komisch dramadie. Oké. Dus
dat gaat over de brandweerman. En op een moment sterft er een collega in een vuur. En het volgende moment zijn ze elkaar prima aan het meten. Okay. Dus het, is echt, het gaat alle kanten op. En dat is heel, heel goed geschreven. Okay. Maar dit en die andere, hij heeft het twee shows uitgebracht. Dus heeft hij wel hulpschrijvers gehad, ben ik zeker van. Ja, dus velen, zeker in Amerika. Voilà, ja. Dus dat is niet raar. Dus het is eerder een performer die ook wel... Maar de rock and roll en de punk en life sucks, buy a fucking helmet. Ja, dat was op dat moment... En misschien ook in 92 nog iets bijzonderder voor de mensen dan in de wereld waar we nu leven? Of? Ja, ik denk het wel. Ja. In het Seinfeld-tijdperk was dat dan toch iets anders. En we kwamen toen uit Sam Kinison dus er werd een beetje neergekeken op kwaaie, beledigende comedians. Ja. En hij had hij pakte meer de rock and roll. Hij was niet anti-establishment of weet van wat. Ik moet zo even van water drinken, denk ik. Maar dat is door omdat jij dat gezegd hebt, dat ik allergisch ben. Ah, van, mijn excuses, Fokke. Nee. Maar ja, dus ik kan het nog altijd opzetten, maar ik ken het wel. Dit ken ik wel echt van buiten. Ken ik echt van buiten. Ja. Ik heb dat boek ook. Er is een boek van. Er is een. Ik had de VHS. Ik had alles. Ja. Ik ben blij dat ik hem wel gezien heb, want dat is zo'n een zwart gat dat je soms zo laat leiden ook door de. Ja, ik denk dat ook heel veel mensen daaraan beginnen met al die achtergrondinformatie. Ja, dat is waar. En dat is een beetje naar een film kijken terwijl je de trailer en de reviews al gelezen hebt. Ja, dat is waar. En dat is in dit geval, is er zoveel negativiteit over. Heeft alles gepikt van Bill Hicks? Nee, dat is niet waar. Nee, natuurlijk niet. Ja. En als jij dan, wat vind jij dan van Bill Hicks ten opzichte van hem? Want ik vind, zei akkoord dat de stijl heel gelijkaardig is. Ja, alleen Bill Hicks heeft het dan weer van Sam Kinison gepikt. Dus wat iedereen zegt is dat Bill Hicks een originele stem is in het landschap. En dan doe je huiswerk niet goed. Ja. Ik ben trouwens ook geen zotte Bill Hicks. Dat is nooit Ik heb een hekel aan... Ja. Dat is een beetje zoals met Nick Cave. Ik heb niks tegen Nick Cave, maar ik heb wel iets aan hekel aan mensen die Nick Cave tot een soort halfgod maken. En dat is hetzelfde bij Bill Hicks. Ja. Bill Hicks heeft zijn belangrijke plek in het, veel meer dan Dennis Leary, een belangrijke plek in het ding. Ja. Maar als jij Sam Kinison bits ziet, dan zie je gewoon hoe Bill Hicks dat nadoet. Okay. Ja. Het preacherige, het rondlopen. Ja. Zelfs inhoudelijk een aantal dingen. Op tijd sterven is ook altijd belangrijk. Op tijd sterven, ook goed gedaan. Anders zijn jullie ook met een kerstspecial bezig. Van iets. En ik vind ook mensen die zeggen ik heb easy 6-7 cd's van Bill Hicks. Mm-hmm. Maar eigenlijk heeft hij maar 2 shows. Oké. Okay. Eigenlijk is het materiaal van Bill Hicks is maar 2-3 shows. Ja. Op 20 jaar comedy. Ja. Want die is begonnen op zijn 15 en is op zijn 33 gestorven, Bill Hicks. Ja. Trouwens, met alle meningen die wij nu verkondigen, niet mailen naar de Focast met u tegen. Oh, jawel. Mail maar. En het is ook, ik bedoel, opinions are like assholes. Maar het is interessant. Het is interessant want dan komt er zo in echt de polariserende Amerikaanse popcultuurgebieden. Nee, maar ik ga niet het belang van Bill Hicks onder stoelen opzetten. Maar dat is. Dat is een mijlpaal in de... Ja. Ook natuurlijk ook omdat het een beetje een Kurt Cobain gehaald heeft. Hij is op zijn 33 gestorven. Dus hij is niet een oude zeurende comedian geworden. Waar die wel naartoe aan het gaan was. Ah, hoor. Dat weet ik niet, maar het is sowieso interessant om... Als je vroeg sterft, kun je geen rotzooi meer maken. We kunnen ook discussiëren over de laatste plaat van Nirvana. Dat vond ik al niet meer zo goed. Dus die plaat daarna ging misschien wel echt slecht geweest. Maar daarom ben ik op mijn 33. Ik ben nu 33, daarom kom ik naar de Focast. Ik hoop dat ik door die trap zak straks. En dat die plaat enorm verkoopt. Daar heb ik het niet voor over. Daar heb ik het niet voor over. Nee, maar goed. Bill Hicks, absoluut veel belangrijker dan Dennis Leary. Maar wat jij nu... Maar ik weet niet of dat in Vlaanderen zal al minder zijn, maar ik vind het sterk van u dat je hem op uw schouders neemt. Ja. Omdat het is niet de makkelijkste om te verdedigen. Nee. Maar aan de andere kant, in Vlaanderen gaat niemand die bagage mee hebben. Maar dat is ook, weet je, dat is hetzelfde als... We vinden het hier ook allemaal makkelijk om Geert Hofstra af te zeiken. Ja, niet de stadsbader of zo, de klassiekers. Ik heb nooit in Geert Hofstra's zaal gezeten. Dus ik mag daar niet... Ja. Ik vind niet dat ik daar iets van mag zeggen. En hallo, dat is wel iemand die het genre mee op de kaart gezet heeft. Ja. Met wat hij gedaan heeft. Ja. Maar goed, ook daar wil ik niet... Het was met Dennis Leary vergelijken, maar... Nee, Dennis Leary was echt wel mijn introductie into
pure stand-up. Ja. Want ik kende wel natuurlijk cabaret. Ik kende het Hollandse cabaret. Dat kende ik allemaal. Maar pure stand-up was mijn introductie. Dennis Leary. En ik ben hem dankbaar. Ik volg hem nog 100%, altijd. Ja. En als hij iets nieuws maakt, ben ik er wel bij. En ooit, hij doet nog één keer per jaar doet hij zoiets in Boston voor een goed doel. En dat is nog wel een bucketlist dingetje dat ik in die zaal zit. Live hem zien, dat ja. ik hem ooit eens live ja. zie. Want ja. in de 91 heb ik hem gemist. Van, oh ja, kijk, dat moet inhalen. Hè. Die was op een paar honderd meter van mij, hè? Dat is echt zot, ja. Dat is zot, hè? Ja, 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 zeker, zeker. Dat is, ja. Ik denk dat je niet alleen zit met dat soort... Het typisch is ook, oh, dat is een goede band. Oké, okay, je kreeg de opleiding naar de spelers. Ah, vorige week waren ze in... Ja, ook al vaak gaan. Waren ze in Gentbrugge. Dus een huiskamer, huiskamer optreden bij mijn buren, vorige week. Ja, oké. Okay. Ja, jammer, dat. Jammer. Goed, wat was jouw nummer 2? Nummer 2 ga ik Dangerfield pakken. Oké. Okay. No Respect. Omdat het iemand is die ik nadat ik begonnen ben met stand-up... Ja. Is hij mij aangebracht door Sander VDV als, om hem te leren kennen. Ja. Ik heb een plaat van 2 komieken gekregen. 2 komieken hebben mij de plaat gegeven. Alright. Sander de Rijken en Gerrit de Bremmen. 2 komieken... Heel verschillende komieken. 2 komieken. Maar dat vind ik heel, heel bijzonder. Dus ik heb de plaat fysiek ook. En ik hou van de man vanwege de... Ja, het is misschien het omgekeerde van Dennis Leary, vind ik. Het is, ligt misschien dichter bij café-mopjes. Ja. Dan ben ik, het is, hij heeft ook een présence. Maar het zijn classics. Het zijn moppen die het zijn one-linertjes die... Het zijn wel one-liners, maar het is ook wel de no get no respect. Ja. De hij is ook wel de man van de... Ja, hoe moet je, ja, ik vind toch dat hij dichter bij Dennis Leary aanleidt. Ja, ik vind het ook heel repetitief zijn wat dat hij doet met zijn letter. I tell you, man, I'll never get no respect. Het is de hele tijd zo, oh, my wife and my wife. Mijn eerste show is eigenlijk... vind ik dat daar een beetje van nagedaan is. In de zin dat ook... Ik ben geen slim en ik ben zo uzelf... Uzelf op een categorie nemen van uzelf, zeggen ik suk. Ja. En dan proberen er zoveel mogelijk one-liners uit te halen. En daartussen herhaalt je, oh man, ik kan niet gebeuren. Ja. Dat vind ik. Dus ik vind het heel textueel. Ja, textueel is wel inspiratie voor jou. Ja, ja, oh, zeker. En zeker nu minder, maar toen zeker. En ik genoot van de onsexiness van hoe hij het deed. Ik genoot van het feit dat hij moppen tapt. En echt moppen. En als de lach wat minder is, van is this thing on? Is this thing on? Hallo? Ja, ook een fantastisch figuur om. Hij heeft heel veel andere mensen gelanceerd. Seinfeld en Jim Carrey en zo allemaal. Ja, ja. En ongelooflijke verhalen. Wat die man. Hij verzorgde zichzelf niet goed. Nee, nee. En, ik zie echt een zwijn met een goed hart. Ja. Dus je kunt ook een deep dive in doen waar dat die allemaal. Absoluut. Ik moet ook altijd. Hij is een beetje simultaan voor mij met Don Rickles. Ja, ja, ja. Maar voor, Don Rickles is mijn grote held. Ja. Maar die zitten. Die leven naast elkaar. Ik bedoel, dat zijn allebei 2 oude, kwaaie mannen. Don Rickles is echt een beetje insult comic. Dit is meer een moppetapper. Ja. Maar ze hebben allebei de. Ik ben grof, maar eigenlijk ben ik super lief. Ja, ja, ja. Don Rickles ook. Ik ken Don Rickles eigenlijk minder van stand-up dan van andere comedians die. Top anekdotes vertellen van hem eigenlijk. Hoe grappig dat hij was in het... Ja, maar de No Respect plaat van Don Rickles is wel... Roger Dangerfield is echt wel een aanrader. Ik heb hem nu beluisterd. Ik kende hem natuurlijk wel al, maar ik heb die plaat nooit helemaal beluisterd. Het is echt ook een hele mooie opname met dat publiek. Het doet me een beetje denken inderdaad aan die Louis Black. Dat hij echt hij babbelt met het publiek. Ja. Hij benoemt ook... Hey, bedankt, jullie zijn you're a good crowd, behalve jullie daar. Zo, daar zegt hij. Hij laat de mensen mogen vragen stellen. En hij heeft echt goede jokes. Mensen stellen een vraag en daar heeft hij dan een mop over. Ja, ja, soms niet, soms zegt iemand iets uit het publiek grappig. Dat zit er ook gewoon in. Ja, 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 ja. En ja, je voelt gewoon, dat is een gast die slim is, snel is. Ja. En ja, ik vind dat Rodney James een absolute aanrader. En een beetje hier onbekend... Ja. Maar in Amerika wel op handen gedragen. Ja, zeker. Ja. Ja, eigenlijk, ironisch genoeg, is daar ook een beetje de mening dat hij niet genoeg respect kreeg misschien. Dat hij wel. Zelf poneerde. Maar op YouTube staat er nog een mooie documentaire trouwens over zijn, over zijn leven. Dat heb ik niet gezien. Ik weet niet, als je YouTube deed, kom je er wel op. Want de documentaire van Don Rickles heet Mr. Warmth. En die is van John Landis. Die heeft er een hoop films gemaakt. Okay, Die heeft een documentaire over Don Rickles gemaakt. Ook aanrader. Maar die van Rodney Dangerfield wil ik ook zien. Ik had je ook een foto doorgestuurd. Ja. Ik heb voor het graf van Rodney Dangerfield. There goes the neighborhood. Dat was in Hollywood was er een soort begraafplaats, daar zijn we geweest. En daar was het een soort wedstrijd van wie de grappigste ding op zijn Billy Wilder had.
Billy Wilder, writer, but nobody's perfect. Dat ja, dat iedereen had zelfs bij Roddy Dangerfield. Ja, kunnen we dat in België al aangeven ergens? Dat is eigenlijk nog een goed idee, eigenlijk. Dat zou alle comedians in hetzelfde graf schrijven. Oh, dat lijkt me geen goed idee. Alle comedians in hetzelfde graf. Een heel slecht idee. Ja, dat wel misschien, op de grappigste. Dus ja, There Goes the Neighborhood staat er bij Roddy Dangerfield. Ja, gewoon zelfs een one-liner op je graf zetten. Ja, en nogmaals, had een eigen club en heeft heel veel vingers in de potten van de Amerikaanse stand-ups. Beetje de Tony Bell van Amerika. Ja, ik weet niet veel van Tony Bell. Tony Bell had een club in Schilder, dus echt een moppetapper. Hij heeft ook heel veel platen uitgebracht. In 1972 de eerste Moppen aan het Toog en dan de Moppetapper. Want ik had dus in navolging van dit had ik stand-up vinyl ingetypt op tweedehands. En het is Tony Bell all over the place. Echt duizenden platen. Allemaal. Normaal ligt er hier wel ergens. Ja. Ik denk dat ze allemaal weggegeven. Maar normaal ligt er hier altijd. Ja. Ik heb er altijd overal wel liggen. Ja. Maar als ik in de kringwinkel ben, dan koop ik er en die deel ik uit. En dat zijn café-moppen of one-liners gelijk Dangerfield? Letterlijk café-moppen. Maar je toert ook met het café. Samen met Frederik. Een vergeten kunst. Absoluut. En altijd krijg ik, ik vergeet die altijd. Zeg ik, je neemt één kwartier de tijd en je besluit om er drie moppen goed te onthouden. En dan zit niet klaar voor als we losgaan. Ik heb al gehad dat we zo moppen aan het oog doen en dat ik eraan een begin en dan halverwege realiseer, fuck. Dus er is één mop. Ja. Er is één mop. Gelukkig is de pointe niet belangrijk van de mop natuurlijk. De pointe. Nee, maar dat je informatie die je gegeven hebt die je nodig hebt voor de pointe. Ah, ja. Dus de eekhoorn op het café. Dus er komt een eekhoorn in het café en die begint rondjes te geven aan iedereen. En die zegt, geef hun iets. En tegen die barman zegt hij, pak zelf ook iets. En dat gebeurt een aantal keer. En dan gaat die eekhoorn vertrekt. En die barman die zegt, je moet nog wel betalen. En die eekhoorn die zegt, ik betaal niet. En die barman die rent erachter. Hè. Ze rennen achter elkaar en dan wordt er gevecht. Ja. En die barman die slaat heel die eekhoorn in fritten van één. Twee weken later komt die eekhoorn terug binnen. Met een arm in het gips en een oog helemaal in het verband. En zo slit. Zeg je, voor mij een pintje, voor een pintje. En die barman zo, voor mij ook, en voor mij ook een zeker. Nee, want jij wordt agressief als je gezopen. Ja, dat was heel die mop, goed, maar ik was vergeten om de barman ook een pintje te geven. Dat is essentieel. Dat is echt gebeurd. Essentieel, dus ik realiseer me, ik zit, dus ze hebben gevochten. Ja. En ik realiseer me, hij heeft de barman nooit pintjes gegeven. Ja, ja, ja. Nu klopt mijn mop niet meer. Wat heb je gedaan dan? Heb ik gezegd. Nu heb ik mijn mop verkloot. En dan moet natuurlijk Sven heel hard lachen. Ja, want die kent die mop al keihard lang. Dus die weet precies wat er moet gebeuren. Ja. Dus die lachen we dan gewoon vierkant uit. En dat helpt dan natuurlijk weer. En dan maken we daar een mop van. Hè. Want ik zeg ook altijd voor. Die andere twee zijn de moppetappers. Ik ben meer de moderator. Ja. En ik doe dan ook mijn best. Ik doe mijn best dan. Top. Ja. Top. Maar goed. We waren bij Roddy Dangerfield. Ja. Ja, inderdaad. Eerder de wat oldschoolerige ding. Zo Richard Pryor, pre de... Ik kan hem qua tijd zelf niet echt lokaliseren. Ja, dat is natuurlijk tot in de jaren 80 doorgegaan. Hij is ook heel oud bekend geworden wel. Ja. En is ook begonnen met een heel ander genre, denk ik. In die special zegt hij dat ook. Hij zegt, ik ben van naam veranderd, maar ik ben een tijdje gestopt geweest. Dan wist ik eigenlijk alleen zelf. En hij zegt ook, hij heeft ook één, hij zegt iets tegen een hechelaar en ik ben het vergeten. Hij zegt zoiets van, zwijg maar, want je gaat je adem nog nodig hebben om. En daar zijn keigoeie joke die ik wou pikken. Oh, fuck, ik kan het ook al niet meer zeggen. Dat hij zoiets zegt van, stop maar met adem, want je hebt je adem nog nodig om. Ja, man had de pijp in het park, maar dat is niet. Je gaat hem nog eens moeten opzoeken. Ja, ik ga hem moeten opzoeken, want ik dacht echt van, shit, die ga ik pikken, die is echt goed. Nee, ja, het is een zeer goede moppenschrijver. En denk je dat dat soort boys, die hadden toch ook gewoon schrijven? Zeker, zouden? Ja, dat weten we van hem. Dat weten we. Hij werd niet nooit pikken, dat was betaald. Mensen schreven, mensen gaven jokes aan hem, omdat het is zo klassieke one-liners, my wife en dingen. Vaak als andere stand-ups erop kwamen, wisten ze ook van, dit gaat niet in mijn set, dat is een Rodney joke. Dus dan, En daarom is het toch een personage. Ja, ja. Maar het is ook met de das los, rode das, dingen. Ik geniet van de onsexiness soms van dat gegeven en de stoffigheid. Het benoemen van moppen in plaats van jokes. Zo, dat is allemaal, daar kan ik soms enorm van genieten. Dat is ook het aardige van wat we hier in België hebben. Is dat het ook niet schamen om het moppen te noemen. Hè? In Nederland, het Amerika van Holland. In Nederland vinden ze
ja, dan hebben ze het over grappen. Ja. En als je het over moppen hebt, ja, dan dat doe je op café. Café, ja. Terwijl, het is, ja. Het is same thing, hè. Volledig, volledig, dus ja. Dus ik vind dat bullshit. Ja. Maar heel veel Nederlanders worden daar heel gevoelig. Ja, hotelvolkje. Hotelvolkje. Ja. Daar ben ik naar hier verhuisd. Nou, goeie zet. Goed, mijn nummer 1 is mijn grote held Freek de Jonge. Ja. En dan wel het damestasje. Ja. Het aardige daarvan is dat ik die nu op vinyl heb, maar ik had die niet op vinyl. Een vriend van mij op de middelbare school, een lagere school denk ik zelfs, had die op vinyl en heeft die op een cassetje opgenomen en ik luisterde altijd dat cassetje af. Allee, dus ik ken die van buiten, maar niet. Dus ik had nu heb ik de vinyl natuurlijk. Maar ik heb de plaat eruit gehad, anders kon ik hem niet dubbel plooien. En het is een eind jaren 87, 88 of zoiets is het denk ik. En hij had toen een aantal nogal pretentieuzere shows gemaakt. Ja. Die zeer goed zijn. De Mars, de Mythe, de Pretentie. Letterlijk één die de Pretentie heet. Dus hij had een aantal pretentieuze shows gemaakt. Die echt heel goed zijn. Hm. En dit is iets clownesker. Ja. Ja. Dit is iets clownesker. En het begint met een nummer wat eigenlijk van Nederlands Hoop is. Het Wat. Waarin die een soort ode aan het Wat. Een Hollands waterreservoir. Hoe zeg je dat? Waar je... En dat ontspoort helemaal. Ja. Dat is heel grappig. Dan doet hij de dorpsgek. Het damestasje. Daar zit zelfs een bit in wat je nu eens niet meer mag zeggen. Dat zeker, ja. maar wat helemaal daar niet over gaat, dat gaat over... gaat over dat ze de dorpsgek? Nee, de tweede titel. Ik kan het zelfs niet zeggen. Het N-woord gebruikt. Ja, zeker. Ja. Hij wil te, zeker. Maar hij wil zich laten verbouwen en een kind maken. En dat moet helemaal gemanipuleerd zijn. Ja, ja. Gaat eigenlijk over genetisch. Kiezen welke van de vijfling dat hij bij het laat leven en welke niet. Ja, hij moet geen dood prikken. Gaat over. Ik vond het enorm. Ik moest vaak denken aan Steven als ik hem hoorde. Natuurlijk. Ja, alleen aan zijn stemgeluid dat ik soms dacht. En ook zelf bepaalde type jokes. Ja. Dat ik dacht van dat zou Hans Steeuwen kunnen zijn. Maar dat heeft Hans Steeuwen natuurlijk gezien. Dat is zeker, maar ik vond het heel leuk. En die pakken het dan, die maken het dan, die zetten dan een volgende stap of ja, zo. Ja. Maar heel cabaret comedyland is schatplichtig aan Freek de Jonge. Ja. De manier waarop hij in begin jaren 80 de avondvullende voorstelling neerzette, is een soort blauwdruk van hoe mensen denken dat een cabaretvoorstelling moet zijn. Namelijk maatschappelijk, ook een liedje, ook een rustig stuk, dit en dat. Daar zijn wij godzijdank in België niet mee getrouwd. In Nederland zijn ze daar een klein beetje mee getrouwd. De piano. Het poem en dan iets. Ja. En het jammer is dat gewoon heel veel mensen niet het talent hebben wat Freek de Jonge heeft of had. Om dat te kunnen waarmaken. Dus zoek je eigen vorm. Ja. Maar heel veel mensen kopiëren Freek zijn vorm. Ja. Het allerleukste hieraan is, en dat is echt iets wat mensen moeten luisteren. Ook al haat je Freek de Jonge, is namelijk over het maken van een conferentie. Ja, wel, dus... ik ga je ook eens onderbreken. Ik had er nog niet veel van gezien. Ik vond het goed leuk. Maar bij dat stuk, het maken van een conferencier, was ik volledig mee. Voilà, dat vond ik, dat dacht ik al. Heel tof. Hij benoemt ook veel andere komieken die ik niet ken. Maar toch bleef het grappig. Ja. Alleen omdat hij doet een soort stok. Hij doet een soort standaardlijn van... doe dat of dat niet. Ja. Want aan één... En dan vul naam van comedian. Heel fris voordat het in dat jaar gebeurd is. Dat voelt alsof het dan nu... Als iemand nu dat nieuw zou brengen op een podium, zou je dat... aanvaarden of het is natuurlijk, het geeft ook wel weer zijn arrogantie aan, omdat hij die allemaal benoemt en zegt, jongens, aan één van die gasten hebben we meer dan genoeg, zeg je eigenlijk. Dus het is wel de typische Freek de Jonge arrogantie ook. Maar is dat bekend als een arrogante zak of zo? Hij is daarna op tv, heeft hij zich af en toe in talkshows, helaas, de plaat blijft over, dat is alles. De plaat blijft over, maar ik vind echt, het is, en ook, normaal is ver in de 70. Maak nog altijd goede voorstellingen. Ja. Zijn publiek is aan het heeft niet zoveel publiek meer. Maar de voorstellingen die hij maakt zijn nog altijd boeiend. Probeert zichzelf nog altijd eruit te vinden. Heeft onlangs een film gemaakt. De Vogelwachter. Die ik nog niet gezien heb. Maar gewoon het feit dat hij daar ook weer doet. Ja. Dat hij in een film speelt. En weet ik van wat, het is Freek de Jonge een van de grootste talenten ooit in Nederland. Jammer is dat hij het van zichzelf ook wel echt weet. Dus, zo, je hebt elke sector heeft zijn de vragen die gesteld worden die je haat. Bij stand-ups is dat, leeft je daarvan en hoe onthoud je dat allemaal? Hè? Ja. Halverwege die show dacht ik oprecht bij mezelf, hoe onthoud hij dat allemaal? Dat was de eerste keer ooit dat ik dat dacht. De belachelijke vraag die ik al 1000 keer gekregen heb,
plots stelde ik die van... En dit was al show 8 of 9, maar zo, als solo, en dan ook nog eens 5, 6 shows met Leroy. Omdat geen enkele zin is niet geconstrueerd, denk ik. Het is niet gelijk mij of veel andere komieken van, ik heb een idee, ik ga dat, en ik ga dat verwoorden. Hoe kan ik het best dat idee omschrijven? Het is elk woord, elk zinnetje zit in er kleine woordspellingsjes in. Ja, ja. Het is heel geschreven en toch spreekt hij het heel vlot. Ja, ja, wel. Dus dat was mijn vraag. Hoe top 10 wel? Ja, ja, die schrijft dat gewoon. Maar... En leeft hij in daarvan? Dat vroeg ik mij ook af. Ja, die heeft er heel goed van geleefd. Maar goed, het maken van een conferentie, het gaat over, inderdaad, het is echt, want daar zitten ook echt wel, er staan ook... want op een gegeven moment legt hij uit hoe een grap werkt, hoe het werkt als je een mop maakt en de mensen lachen niet. Ja, dat is een heel goed stuk. Ja. En dan vertelt hij een mop en de mensen moeten natuurlijk lachen. Ja. En dan zegt hij tegen het publiek, nee, we hadden afgesproken, je mag niet lachen. Ja. En dan zegt hij, weet je wat, ik ga nu eerst de clue vertellen. Ja, en dan vertelt hij de clue. Mensen lachen. En de mensen moeten lachen. Dus, nou, dan zeggen, oké, ja, lach maar, het is oké, okay, het is alleen maar een clue. En dan vertelt hij die mop. Ja. En dan natuurlijk vlak voordat die clue komt, leggen de mensen de link, moeten ze toch lachen. En dan roept hij zo, nee. Nou ja, oké, dan lachen maar. Ja. En dan zegt hij, cursisten. Als je kunt zeggen, lachen maar, en ze doen het, heb ik je niks meer te leren. Ja. En dat is gewoon, dat is ook echt inhoudelijk goed. Dan kijk je in de keuken en toch funny. Ik neem aan dat je de man al ontmoet hebt? Of, ik heb hem ik heb hem nooit echt ontmoet. Nee. Ik heb hem twee keer in de rij gestaan om een boek te laten signeren. De eerste keer was in 1995. En dan kwam ik, dus na een voorstelling zat hij aan een tafeltje met zijn boeken. En al die boeken had ik al. Dus dan heb ik een boek dubbel gekocht om te kunnen laten signeren. Het boek hiervan, het damestasje. Het boek ervan. Ik heb allebei de edities heb ik nog staan, gewoon omdat ik het grappig vind. En dan is de volledige conversatie voor Fokker, alsjeblieft. De volledige conversatie. Ja. Dus heeft hij voor Fokker erin geschreven. Dus ik durfde niks zeggen, want het is 95. Ja. En dan 10 jaar geleden speelde hij in de Fakkel of zo. 8 jaar geleden speelde hij in de Fakkel. Weer aan zo'n tafeltje, weer een boek dubbel moeten kopen. En dan had ik al mijn dingen verzameld. En hij was een beetje aan het zeuren dat hij de Fakkel niet... Hij speelde er 5 aan, maar hij kreeg ze niet alle 5 vol. En dan heb ik de fout gemaakt om te zeggen... als je nu nog kleiner wil spelen, ik heb een café, de Joker. Diezelfde motivatie had... Ja, maar ja, hij weet ook niet wie ik ben. Bedoel, dat is waar. Dat is gewoon een of andere lul die zegt... Je mag in mijn kutcafé komen spelen. Ja. Dus dat was helemaal fout van mij. Ja. En dan, ik heb hem nooit echt kunnen ontmoeten. En hij komt nooit systematisch naar Vlaanderenland? Jawel, maar hij heeft zelfs ooit een voorstelling echt voor Vlaanderen... die voorstelling in het vakantie trouwens... Hij maakt soms ook echt een voorstelling voor Vlaanderen. Het jammere is dan dat er vaak toch ook Hollanders in de zaal zitten. En dat die voorstelling dan zomaar tussen wal en schip belandt. Om de helft van het publiek is niet de doelgroep, de andere helft wel. Maar ja, ik heb er zelfs x jaar geleden nog hele goede voorstellingen van gezien. Dus eigenlijk, als Dennis Leary, dat uw aanknopingspunt was met zo stand-up pur sang, is hij iemand die met podiumhumor of zo... Ja, absoluut. Ik bedoel, Joep van het Hek is schatplichtig aan. Iedereen die daarna komt, is een schatplichtig aan. Ja. Zelfs een Hans Theo inderdaad, want de vorm... Hm. Je moet wel eerst de vorm erkennen om ze daarna door het toilet te willen spoelen. Ja, ja. He, want die piano staat er wel. Ja. Er is een voorstelling van Freek de Jonge, dan rijden ze een piano op het podium. Dat is als een soort toegift. En dan zegt ze, oh, wat jammer. Ja. Oh, wat jammer dat ik daar niet op kan spelen, zeg. Dat is zo'n grote piano. Ja, voor niks. Ja. Ja, kan niet zo heel elementair. Ja. Ja, nee, voor mij is dat wel... Dat is wel... Natuurlijk, de Urbanus-platen zijn voor mij ook wel heel belangrijk. Maar dat was humor in het algemeen. Podiumhumor en de Urbanus... Dit is voor mij wel echt een plaat. En deze, de ontlading, is ongeveer van hetzelfde jaar. Dat zijn oudejaarsconferenzen van dat jaar. En dat is ook echt geniaal. Ik vind hem het beste als het clowneske heeft. Ja. Ja, niet te serieus. Niet alleen maar serieus. En dat is misschien meer serieus dan of zo. Nee, dat heeft dat ook. Dat hebben die allebei. Okay. En er zijn ook voorstellingen van hem. Dat denk ik van, maar nu wil je wel heel graag literair doen. Ja. Ik ben er nog altijd aan boord. Want er zit nog altijd luchtigheid in. Maar die voorstellingen vind ook heel leuk om oude eindjaarsconferenties te bekijken. Omdat dat is echt een tijdsdocument. Het voordeel van Freek de Jonge is dat dat altijd wat theatraler is. Ja. En dat het dan minder... Ik bedoel, Wim Kan was echt... Die politieker en die politieker. En dan
You never know. Dan weet je niet waarover de fuck heeft die gast het. Maar bij Freek de Jonge zit er ook nog altijd een soort... latente thema's. Ja, eerder een soort tijdsgeest. Ja, oké. Okay. Bijvoorbeeld die ontlading. Die begint dat hij verkleed als boom. Komt hij het podium op. Ja. En dan roept hij... Ik ben een boom! Zo heel theatraal. En dan zie je zo dat de camera uitveed en zo wat raar doet. En dan zien we een ruimshot dat met die cameraman erbij. En dan zo, camera is kapot. Oei. Maar dus dan speelt hij met het medium tv. Ja, ja, ja. Dus oei, camera is kapot. Ja, en nu? Ja, gaan we wachten tot hij weer heel wordt? Of, ja, en dan doet hij net alsof hij even tegen de mensen babbelt. Terwijl we wachten tot het technisch probleem is opgelost. Ja. En de eerste mop die hij dan maakt, dan staat hij zo als boom. Ja, misschien ga ik nog uitlopen dan. Ja, amai, dat was het. Ja. Dus dat was toen al, speelde hij met dat medium tv. Ja, en dan tegen het eind van de voorstelling, zegt de camera, maar dan hebben ze geen tijd meer. Ja, maar goed. Top. Freek de Jonge, tot daar toe. Dat was mijn nummer 1, dat is wel echt mijn ding. Ja. Dan, jouw nummer 1. Maar ik heb vooral mijn nummer 1 komiek ook gekozen. Ja. Omdat hij samenkomt, namelijk wat ik ja, ook al veel mensen het niet vind, wat ik nog altijd heel grappig vind. Misschien de allerlaatste show niet, maar tot recent nog heel grappig vindt. Zowel in stand-up als in de miljoenen, miljarden podcasts en radioprogramma's dat erop is geweest, is Louis C.K. Ja. En Louis C.K. is, heeft me wel... Dus in 2012, wie dat mij echt geduwd heeft op het podium, is Louis C.K. Bill Burr en Louis C.K. Snap ik. En vooral Louis C.K. En ik die in 2017 is eentje dat ik... ik was op reis in New York en daar kwam de special op Netflix uit. Dus ik heb hem ook gewoon op Netflix gezien. Maar ik zat in New York toen ik naar keek. Het is iets heel raar. Ja, nee, dat snap ik. Maar het voelde mij... Tuurlijk wel. Omdat ik op de Airbnb-kamer op een Netflix-scherm, wat ik normaal gewoon thuis op tv zou doen, maar omdat ik in New York was toen ik naar keek, was het iets heel bijzonders voor mij. Omdat ik dacht van, de man zit ergens in de 30 kilometer rond mij, misschien. Ja, ik vind nog altijd... Nee, zijn eerste vier shows zijn waarschijnlijk de allerbeste, maar ik vind altijd een heel goede show. Ja, ik en waarom deze heb je gekozen daarom? Omdat er, ja, daar heel goed. Die, ja, die ervaring dat ding, ja, ja, ook ik heb hem nu ook besteld. Die komt eraan over 5000 jaar als de douane mij nog 80 rekeningen hebben gegeven. Ja, €500 bij betalen. Maar ik ben een heel grote fan van hem. Zowel het masturberen als als dringen. Nee, maar een artiest is zijn content. Dus daarover ga ik het nu niet hebben, maar wat ik er wel over wil zeggen is, heb ik ook al in andere podcasts ook gezegd, het goede aan het hele het geval CK, hij is door mensen, hij heeft niemand aangeraakt, hij heeft gewoon aan vrouwen die op zijn hotelkamer waren, vindt ergens hier masturbeer. Ja. En die zeggen ja, en achteraf zijn die eigenlijk liever niet. De vraag is, en daar moeten we geen debat over hebben nu, maar wanneer is consent? Voilà. En hoe ver spelen machtsposities als er wel consent is? Dat debat gaan we nu niet doen, inderdaad. Nee, dat is voor de volgende aflevering 3 uur. Want het goede aan Louis C.K. is dat hij zelf heeft gezegd, ik had dat niet moeten doen. Ja, ja, ja. Hij heeft een mea culpa gedaan. Ja. Hij gaf duidelijk aan... Ja. Ik zag er geen probleem in. Maar blijkbaar was het een probleem. Ja. Dus ik was even fout. Ja. Is een hele tijd weg geweest. Ja. Is heel veel geld kwijtgeraakt. Hij is niet arm nu. Maar hij heeft een deal met Netflix voor 30 miljoen is weg. Ja. Hij ging een stem doen in een of andere gigantische animatiefilm. Allemaal weg. Dus ja, op dat vlak... spreek me aan. Als je een debat wil hebben, wil ik het voeren. Maar ik heb dat vlak, is het oké voor hem? Ik vind ook dat Louis C.K. voordat het gebeurde, een beetje op weg was om de Ricky Gervais-pad op te gaan. Ja, ja, ja. Hij had iets gemaakt uit mijn eigen geld, namelijk Piet en Horace en Piet. Een soort toneelachtig iets. In een bar. Ja, ja, heel vreemd. En in de podcast was hij al bezig over... Ik was aan het wenen terwijl ik het aan het schrijven was. En de personages spraken door mijn handen. Ik dacht van, oei, CK, je zei jezelf wat te serieus aan het nemen. Het is dingen. En een goed MeToo-schandaal kan jezelf wel laten
voeten op de grond. Kan wel zorgen, nee, maar wel voetjes op de grond. Ja. Want die show die hij daarna gemaakt had, was een topshow. Ja, ik ben toen in de La Madalena gaan kijken. Dat is leuk, hè? We moesten niet meer naar de arenas gaan. Hè? Nee. Ik ben twee keer geweest, na de vorige dat hij mee was, twee keer naar de twee shows geweest. En hij komt op en hij zegt, how was your year? Ja, heel goed. Dus ja. Nee, maar het feit dat hij waar een hoop mensen, als je inderdaad in een schandaal zit, weet ik van wat, een hoop mensen van kunnen leren is, omarm het. Ja. Mea culpa. Zo, en op die manier krijg je eruit. Ja. En sommige mensen vinden dat je voor de rest van je leven gecanceld moet zijn. Ja. Oké, goed, fuck die mensen. Andere mensen komen gewoon kijken. En doe niet alsof het niet gebeurd is. Ja. Zeg gewoon, dit is er gebeurd. En nu gaan we weer verder. Ja. Op deze manier. De rekening mee houdend dat we niet met een Cosby te maken hebben of zo. Want dat is altijd het belangrijke. Ja, natuurlijk. Dat is... Ja. Maar vooral het Opie en Anthony is een radioprogramma. Ja, dat als je Opie en Anthony, Louis C.K. op YouTube intypt, dan krijg je honderden uren van die man die aan het riffen is. Hetzelfde met de nu nog altijd in podcasts en al. Hij is ietsje grumpier geworden. Hij heeft nu, daar wil ik even reclame voor maken, hij heeft op YouTube, staat er een filmpje, samen met Shane Guinness. Ja. Enfin, 8 uur lang, hij overloopt alle Amerikaanse presidenten. Van de eerste tot de laatste. En hij denkt, het is een helft ook gelogen en vals en anekdotes dat hij uit zijn gat trekt. Hoewel het hem, doordat hij zo bekend was, op het einde er wel een paar ontmoet heeft van de figuren. Ja. Het is heel goed. Al die American Presidents, Louis C.K., als je het is YouTubed. Het is een heel goed filmpje. Interessant. Maar goed, deze 2017. Ja. Dus jij kiest die omdat jij in New York... Dus het was voor jou... Ik ben hier, dus een hier en nu momentje. Ja. Ik vond het ook echt een goede show. Ja, ik ook. Volledig, ja. En ik dacht eerst... Oh, het is een beetje lui. Hij noemt hem gewoon 2017, maar hij heeft geen titel. Ja. Maar het heeft wel... Ja. Het gaat er ook over. Er is een bit wat eraan refereert. Ja, over het tellen. Het jaartallensysteem. Ja, het feit dat... Het christendom heeft gewonnen. Ja. Want we tellen... welk jaar zijn we nu? Ja. En dan zegt hij met het publiek 2016. Iemand zegt het verkeerd. Het grappigste vind ik dat hem zegt, en ik ga het nu natuurlijk veel beter brengen dan dat Louis C.K. het kan brengen. Uiteraard. Ja. Maar hij zegt dat vroeger, dat de tijd terug, dat dan min 1 voor Christus, 2 voor Christus, en dat was, what year is it? 3. What year is it now? 2. Ja. What the fuck is gonna happen? Dat vind ik heel mooi, heel mooi. Echt, ja. Ja, dat is echt, ja, het is heel goed. Maar voor de rest, typische Louis C.K. bits over zijn kinderen en over... Ja. Over dat zegt hij op een gegeven moment. Dat heb ik per ongeluk dubbel gehoord. Dus daarom heb ik het altijd gehad. Zegt hij zo, ik wil geen fuck zeggen bij mijn kinderen. Dat doe ik niet. Ja. Maar ja, soms is het zo onvermijdelijk dat je... Ja, dan heb je gewoon een kutdag. En dan zeg je gewoon per ongeluk fuck tegen je kinderen. Ja. Bijvoorbeeld, ik was soep aan het maken. En ik bracht het naar de tafel. En ik zei, here's your fucking soup. Ja, ja zie je? Terwijl, je verwacht een hele anekdote. Ding dat die soep over zijn handen gaat. Ja. Ik vind hem best vroeger en nu. Daar zit ik een beetje op. Ik vind het echt gekleurd ook met natuurlijk mijn studententijd. De nostalgie ben ik toen ook. En op dat moment, toen dat niveau van dat hij al die dingen uitbracht. Zijn sitcom die uitkwam en al. Gewoon allemaal, Ik vind nu, als het nu gaat over wie de nu de nummer 1 is. Ja, dan gaat het voor mij toch eerder tussen Chappelle en Burr. Ja, ik zou dan 100% Burr zeggen. Ja, ik ook, denk ik. Maar ik ben gekleurd, maar ja, Chappelle ook. Maar dat is waar. dat is een van de weinige dingen die we gemeenschappelijk hebben. Ja. Nee, maar ja, ik vind dat die nog wel... Dat bij Louis C.K. dat je die eerste show na... Maar die show daarna was dan weer okay. Akkoord, dat zeg ik, ja, want ik wil het punt maken, is nog altijd fantastisch. De laatste show was een beetje minder, maar ik ga nooit een komiek afschrijven op een show die ik als iets minder ervaar. Zeker als hij mij in die show nog verschillende keren laat lachen. Absoluut, ja. En misschien moet hij gewoon nog een schandaaltje hebben. En Laat ons bidden dat hij nog eens zich aftrekt voor iemand. Maar ik vind het wel leuk dat je nu ook deze shows toch ook fysiek besteld hebt. Ja, zeker. Maar ik heb ook zoiets van, ik kan toch niet mensen laten... verplichten om mijn vinyl te kopen en dan zeggen, ik geloof niet in het medium. Nee, ik vind het leuk om het te hebben liggen. Ik heb nu toevallig, Dangerfield heb ik. Ja. En ik heb ook een Bill Burr, een live LP van Bill Burr heb ik ook staan. Alright, super. Ja, dus ik dacht van, kijk, misschien is dat wel wat ik leuk ga vinden als daar een spelertje staat en dan gewoon... Een twintigtal comedy. Een goede comedy plaat. En wie weet. Dan moet daar een Richard Pryor moet daar tussen. Volgens mij moet er een Robin Williams ook tussen. Ja.
Zie, en George Carlin moet daar. En als ik een, ik heb een zoontje, als die nooit wat ouder wordt, is dat misschien zelfs zo'n heel. Ik ga u nu een keer iets tonen, jongen. Ja. Hier is een plaat. Ik een denk dat ik zelfs een paar, ofwel Nederlands Hopen of Freek de Jongens dubbel heb. Dan, kijk. Want op een gegeven moment wist ik niet meer wat ik had en dan kocht ik het maar gewoon, want dat kost allemaal niet zoveel. Ja. En dan heb ik er een paar dubbel. Dus ik ga kijken welke ik heb en dan krijg ik. Altijd welkom. Alright. Voilà, dit waren onze favoriete fysieke exemplaren van comedy specials. Zeker. Maar de beste is natuurlijk de nieuwe dubbel LP van Lucas Lely. LucasLely.be. Doorklikken naar de webshop en de promocode FOKCAST voor gratis verzendkosten. Het is een dubbel vinyl, paars. Dat paars ook? Paars. Waarom, waarom niet in de kleur van een koekje? Dat is, kijk, voilà. De volgende zal zo zijn. mijn twee shows. Het is een anderhalf uur waar ik persoonlijk heel, heel trots op ben. Dus hopelijk mag dat trots op zijn. Het is gaaf. Dankjewel, merci. En merci dat ik hier mag komen, de FOKCAST. En ik verwacht wel een gratis exemplaar. Wat? We gaan zien wat er gebeurt. ik ga eerst de financiële put meten. Ja. En dan gaan we over tot... Dan ruilen we de Freek de Jongen en de dingen. Is het een duur ding? Het is niet... Als je een cd wilt maken of zo, of dingen, het is, je moet erover nadenken. Wilt je dit... Niemand die niet Adele is en een plaat uitbrengt, denk ik, is, doet dat voor de Benjamins. Nee, je doet niet voor het geld, maar je wilt... Het is iets fysiek dat ik wil hebben van mijn materiaal. Het heeft ook iets analoogs. Als de Russen een atoombom smijten, kunnen nog met draaihand lachen. Met een naaldje erop. Kunnen mij heel krakelig en stil nog een paar leuke observaties van toen de wereld nog leefde. Toen alles nog leefde. Ja, dus dat vind ik ook er leuk aan. Het heeft iets... Het zal de tijd misschien meer overleven dan de digitale dingen en al. Ja, dus daarom ben ik ervoor gegaan. En het moet ook zijn, de pre-order is nu al even in en dat het is een leuke... Al miljoenen verkocht. Dus, al miljoenen? Miljoenen, ja. Triple platinum, triple goud. Maar platinum. Dat is als je er drie verkoopt. Drie verkoopt is triple goud platinum. Ja, dat is als je er drie verkoopt. Alright, dames en heren. Enorm bedankt, Fokke, dat je hier mocht komen. Ja, jij bedankt. Het was gezellig. Ja. Lucas Lely, enorm bedankt voor het gesprek. Dankjewel.